de Vlaamse overheid plaatsen en die dient dan als verslag van dit webinar. Ja. Vanavond gaan we dus niet opnieuw de inhoud van de startnota toelichten. Dat is gebeurd op 7 september. Wie daar niet bij kon zijn of wie de kans nog niet gehad heeft, willen we alsnog vragen om eens te kijken op de website van de Vlaamse overheid, op de webpagina. Daar staat de ingesproken toelichting. Dus daar kan u die bekijken en beluisteren, mocht dat nog niet gebeurd zijn. De voorstelling vanavond is informeel en informatief, liever. Wat wil dat zeggen? De voorstellen die worden toegelicht door de bewoners, die moeten nadien, of misschien is het al gebeurd, ook officieel worden ingesproken tijdens de publieke raadpleging. We hebben dat ook duidelijk gemaakt aan alle toelichters, dus ik denk dat dat wel begrepen is. We tonen meteen ook nog eventjes kort hoe dat kan. Dus voor wie het nog niet zou gedaan hebben, hoe u informatie vindt en hoe u kan reageren tijdens de publieke raadpleging, zullen we nog eventjes kort tonen. Wat gebeurt er met al de voorstellen? Zowel de voorstellen die vandaag getoond worden en die dan officieel worden ingesproken tijdens de procedure, als eventuele reacties die al zijn ingediend. Alle inspraakreacties die worden na afsluiting van de publieke raadpleging onderzocht door het planteam. Daarvan wordt een antwoordennota gemaakt, waarin per inhoudelijke reactie wordt aangegeven hoe daarmee wordt omgegaan. Per inhoudelijke reactie, dat betekent niet per individu, maar wel per inhoud. Dus als 5 mensen hetzelfde zeggen, oké, dat thema zal beantwoord worden in de antwoordennota, het zal niet per persoon zijn. Per inhoud wordt dan ook gezegd of dat voorstel wordt meegenomen in de verwerking of het niet wordt meegenomen en waarom dan. Dus die motivatie zit daar ook bij in die antwoordnota. Die antwoordnota is ook een document dat publiek wordt gemaakt via de website van de Vlaamse overheid. Na de toelichting vandaag is er ruimte om vragen te stellen. We hebben 5 toelichtingen. Het planteam zal net als op het webinar van 7 september antwoorden op vragen, maar niet echt in debat gaan, omdat ja, de echte inhoudelijke bestudering van wat nemen we mee, wat niet, dat gebeurt dan later bij die verwerking. Ik denk dat ik daarbij ga laten qua inleiding. Misschien nog de leden van het planteam voorstellen die hier aanwezig zijn om vooral te luisteren vandaag. Dus u weet allicht dat de groep wordt opgemaakt door een planteam. Deels zitten daar medewerkers in van het departement Omgeving. Grietje Mulder volgt vanavond het webinar. Zij zal ook een deel toelichting geven, maar zij heeft computerproblemen, de Vlaamse overheid heeft computerproblemen of teamsproblemen, waardoor ze het via gsm volgt. Dus je kan haar niet zien, maar Griet is hier wel degelijk. Hè? Misschien Griet. We horen Griet ook niet. Dat is oké. Ik denk dat we zelfs Griet wel zullen horen. U ziet Vladimir Kostadinov van het Agentschap Wegen en Verkeer. Vladimir maakt ook deel uit van het planteam. En u ziet ook Bieke Kloet van Tractebel, die de milieubeoordeling zal maken. Verder zijn hier ook mensen aanwezig van de stad Gent, die ook deel uitmaken van het planteam. Ja, ik ga nu terug de presentatie delen. We gaan starten zelf met een hele korte inleiding. Nog eens gewoon kort schetsen, hoe ziet het groep eruit en hoe kan reageren, zeer kort. En nadien geven we dan het woord aan de voorstellen van de bewoners. Ik ga delen. Ja. Dus zoals ik zei, we zullen starten met een korte situering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak.
korte opmaak, verdere procedure en hoe u reageert. En dan krijgen we de voorstellen van de bewoners. We hebben een voorstel van Luc Ledoux van Leie Omgeving Beschermen. Henry Kolle, die lid is van Leefbaar Baarle en Groen Drongen. Stijn Vinken van Leefbaar Drongen. Wim van Kouwenbergen van Leefbaar Baarle en Steven van Nimmen. Afspraken voor vlot verloop. Dus wat ik daar juist al vroeg, zet uw camera en uw micro uit, tenzij u zelf aan het woord wil komen. Als u een vraag of een opmerking hebt tijdens de presentatie, mag u die stellen via de chat. De chat, dat is dat tekstbalkje dat u hier ziet. Dus dat moet u ook zien op uw balk, halfweg uw scherm of boven uw scherm. Als u daarop klikt, krijgt u rechts een kolom. En in die kolom onderaan kan u uw vraag intypen. En na de toelichting neem ik die vraag dan op. En zal ik ook vragen of u tevreden bent met het antwoord. Als u tijdens de vragenronde wil aansluiten bij een gestelde vraag, dan kan u het handje gebruiken. De handje vindt u daar ook. Het kan zijn dat dat verscholen zit onder die drie puntjes. Als u daarop klikt, dan zien wij dat en dan kunnen we u het woord geven. Nu ga ik het woord geven aan Griet voor een korte toelichting bij de situering van het GRUP. Griet? Dankjewel. Ik zie blijkbaar dat ik niet alleen, maar ook collega's van de Vlaamse overheid gewoon uit Teams gevlogen zijn. Dus ik hoop dat deze keer de verbinding stand houdt. Ik zie ook de presentatie niet die gedeeld wordt. Dus ik weet niet of jullie nog de presentatie zien op dit moment. Nee, de presentatie is niet te zien. Ik zie dat Goedele haar verbinding ook weg was. Goedele, jouw micro staat uit. Kan je de presentatie opnieuw delen? Ja, ik ben terug. Ik heb gewoon op iets fout geklikt. Het zou niet mogen gebeuren, maar goed. Ik ga ze terug delen. Terwijl ik de presentatie deel, wil ik jullie van harte welkom deze avond. Op dit toch wel voor ons atypisch webinar, waarbij we eigenlijk ook vooral jullie aan het woord willen laten. Dus ik ga het zelf heel kort houden. Misschien is het belangrijk om gewoon nog eens te zeggen van waarover gaat het vandaag. Het gaat over het RUP, waarvan dat we het planproces hebben opgestart over de omgeving complex E40 en 466 te Drongen, waarbij we vanuit de Vlaamse overheid willen streven naar een ruimtelijke herinrichting van de ruimere omgeving van het complex. De contour die je op de kaartjes ondertussen ziet, bevindt zich op het grondgebied van de stad Gent. En wij gaan dus een ruimtelijke uitvoeringsplan opmaken. En parallel wordt in een volgende fase ook het wegenontwerp door de Vlaamse overheid, meer bepaald door AWV, ook uitgetekend. De kaartje die u in de startnota ziet, bevatte steeds een maximale contour voor de twee alternatieven die in de startnota zijn opgenomen. Dus het is echt het maximale ruimtegebruik of het ruimtebeslag dat hier binnen de contour valt, die is ingetekend. Maar op die details zijn we op het vorige webinar verder ingegaan. Goed, je mag overgaan naar de volgende slide. Waarom moeten we een RUP opmaken? Ja, waarom zijn we hier? We willen de ruimere omgeving van het complex Drongen zo efficiënt mogelijk herinrichten. En daarom moeten we ook een aantal bestemmingen opnieuw herbekijken. Dus een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of gelijk welk ruimtelijk uitvoeringsplan, legt toekomstige bestemmingen en voorschriften van een gebied vast op perceelsniveau. Dat wil zeggen dat we uitgaan van bestemmingswijzigingen en dat wij ook bovenop bestemmingswijzigingen nog extra regeltjes kunnen opleggen. En dat heet dan een aanduiding in overdruk. Het RUP vormt dan de juridische basis voor het agentschap wegen en verkeer om later de vergunning te kunnen aanvragen. Waar zitten we vandaag in de procedure? Goedele heeft het daar straks al gezegd. We zijn gestart met de opmaak van een RUP en die start is gegeven door de Vlaamse regering door de goedkeuring van een startnota op 4 juni. En vandaag loopt de publieke raadspleging rond die startnota. Die is gestart op 17
augustus en loopt nog tot en met 15 oktober. En het is van belang om nog eens te benadrukken, iedereen kan reacties indienen. Wat er vandaag verteld wordt, moet ook via de wettelijk vastgelegde weg schriftelijk worden ingediend. Daarna zullen wij al die inspraakreacties samen bekijken en onderzoeken. Het resultaat daarvan is enerzijds een nieuwe startnota, maar die heet dan niet meer startnota, maar scopingnota. En een antwoordnota waarin we zo goed mogelijk een antwoord zullen geven op de vragen die gesteld zijn in alle inspraakreacties. Goed, je mag de volgende slide tonen. In die scopingnota zitten de suggesties die we weerhouden hebben uit de verschillende inspraakreacties en leggen we ook alle alternatieven en het te onderzoeken milieueffecten vast. In een volgende fase wordt dan een voorontwerp opgemaakt. Dat wil zeggen dat we op perceelsniveau een keuze zullen maken voor een alternatief en dat verder gaan detailleren op perceelsniveau. De milieueffecten worden verder onderzocht en we zullen bij de uitwerking van de alternatieven zal een wegontwerp worden bekeken in overleg met de verschillende actoren. Dat proces zal dan eerder getrokken worden door de collega's van AWV. En in een volgende fase gaan we met de keuze van het alternatief naar de Vlaamse regering, die opnieuw een beslissing zal nemen. En daar volgt dan een openbaar onderzoek opnieuw over, een beetje vergelijkbaar zoals vandaag, maar dan wel met één ontwerp ingetekend op perceelsniveau, met heel duidelijk de voorschriften erbij gevoegd, zodat iedereen kan zien welke gronden welke bestemming krijgen. Hoe kunnen jullie de verschillende documenten inkijken? Waar vullen jullie nog informatie? Hoe kun je inspraakreacties indienen? Dat staat op deze laatste slide. Je kunt de documenten inkijken op afspraak bij de Stad Gent, maar ook via de website omgevingvlaanderen.be. Als er nog vragen zouden zijn, dan kunnen die gesteld worden via het mailadres hier op de slide. Of er kan ook telefonisch contact worden opgenomen. En inspraakreactie moet ingediend worden ofwel via het invulformulier op de website van Omgeving Vlaanderen. Er kan een brief gestuurd worden of er kan een brief afgegeven worden in het gemeente, in het stadhuis van Gent op afspraak. Dan ben ik door de slides. Ik heb beloofd van het heel kort te houden, zodanig dat we het woord kunnen geven aan jullie. Jouw microfoon staat nog uit. Ja. Daarjuist had ik bij het uitzetten van mijn microfoon mijn heel ding uitgezet. Dus ik ben nu een beetje voorzichtiger. Ja. Ik zie dat er nog een paar camera's aan zijn. Sommige gelieven die uit te zetten. Sommige mensen zeggen ik hoor niks of ik zie geen presentatie. In dat geval logt u best eventjes uit en logt u nadien terug in. Want met de presentatie en het geluid is er eigenlijk niks mis. Ja. Ik ga ook vragen in de chat, zet er alleen echte vragen in. Hè, want wij moeten voortdurend scrollen op die chat, dat is zo'n klein balkje. Dat is gemakkelijker om. Wie zijn de actoren bij het wegontwerp? Misschien kan Vladimir daar heel kort iets op zeggen. Dus Griet heeft gezegd... AWV-agentschap Wegen en Verkeer zal het wegontwerp maken. Wie zijn de actoren? Ja, dat zijn de betrokkenen. Hè. Vladimir, misschien kan je daar heel kort iets over zeggen? We horen jou nog niet. Even terugwennen. Goedenavond iedereen. Dus ik ben de leidend ambtenaar van het project voor de herinrichting van het complex en vertegenwoordiger dus van Agentschap Wegen en Verkeer. Belangrijk eigenlijk in dit project is dat we werken met partners en wij gebruiken, zoals jullie zien en vanavond is dat ook een mooi voorbeeld van de participatie. We luisteren naar elkaar en we willen uiteindelijk eigenlijk tot een goed gedragen, breed gedragen eigenlijk een project en oplossing voor het nieuwe complex toekomen. Stad Gent is de eerste onbetwiste eigenlijk een partner in het verhaal. En ik ben, mijn verbinding is even,
zoek. We horen jou nog. Ah, oké, maar ik zie op dit moment niks. Ik ga dat straks mij terug inloggen. Blijkbaar gebeurt een of ander deze avond. Het is te druk. Ik ga dat dan kort houden. Dus zoals het tot nu geweest is, is de agentschap Wegen en Verkeer van plan nog de komende maanden samen in nauwe samenwerking, eigenlijk niet alleen met de partnerstad Gent, dienstmobiliteit, maar ook met alle betrokkenen en ook betrokkenen administraties, om te komen tot een breed gedragen eigenlijk voorstel voor een nieuwe complex en locatie en het type complex. Zoals jullie hebben dat ook gehoord en ergens gezien in de slide daarnet, ontwerp op niveau perceelsniveau zal dat in de komende maanden opgemaakt worden. Als nu, en er zijn vragen geweest, hoeveel rijstroken, wat is de breedte van een rijstrok, dat zijn zaken voor nabije toekomst, dat zijn zaken die we vandaag ook niet gaan beantwoorden. Bedankt, Goedele, terug naar jou. Ja. De eerste spreker die we aan het woord gaan laten is Luc Ledoux, van Leien Omgeving Beschermen. Meneer Ledoux, u kan uw camera aanzetten en uw micro. Ja, u ziet naast de icoontjes camera en micro hebt u een blok-icoontje. Als u daarop klikt, kan u het scherm delen. En u wil dat ik zelf het scherm deel? Dus als u liever hebt dat ik het doe, dat kan ook. Ik heb liever dat u het deelt. Ik ga dat ik ga ondertussen aan mijn inleiding beginnen, als dat goed is, terwijl u het oplaadt. Ja. Eerst en vooral dank aan het, hier zijn we, dank aan het planteam voor het schitterende initiatief. Drie puntjes vooraleer ik van wal ga. Er zijn nogal wat bekende namen. Ik wil die allemaal groeten, zonder ze te vernoemen uiteraard. Twee, dit is een presentatie die als primeur gegeven is vorig weekend, ter gelegenheid van onze 25 jaar bestaan, van VZW LOB, Leien Omgeving Beschermen. En ik beloof u dat ik mij onder de 15 minuten zal houden. Ik zal zelfs proberen mij onder de 10 minuten te houden, maar dat kan ik niet beloven. Aangezien het dossier momenteel in een fase zit waar de belangrijke keuze moet gemaakt worden tussen twee locaties, gaan we het enkel over dit onderwerp hebben, over de keuze van de locatie. Dus niet over uitvoeringsmodaliteiten, wat later aan bod kan komen tijdens het openbaar onderzoek van het RUP. Nog een laatste puntje, wie is LOB? Wij doen wat onze naam zegt, de Leien Omgeving Beschermen, dat is klaar en duidelijk. Ons actieterrein, geografisch, bevindt zich in de vallei van de toeristische Leien, vanaf Astene, de Zwaaikom, stroomafwaarts tot aan de ringvaart in Sint-Denijs-Westrem. Dus wij bestrijken drie gemeentes, Deinze, Sint-Maartens-Lathem en Gent. En uiteraard is daar ook Drongen en ook Baarle-Drongen in inbegrepen. Dus wij zijn een betrokken partij. Als ik naar de volgende slide mag gaan. De Leien, daar was een plan om het laatste stukje van de toeristische Leien te gaan kanaliseren in 1911. En die is gered geweest onder het initiatief van een artiest, Cyril Buyssen. Die heeft een betoging georganiseerd met een stoomboot, Willy Remy, op de Leien. Dat heeft in de pers van toen gekomen en men heeft dit stuk meanderende Leien kunnen redden. En als Leien Omgeving Bescherming VZW zetten wij het werk van deze activisten verder. Volgende slide. U ziet zeer duidelijk dat de Leien vanaf Deinze stroomafwaarts meandert. Dat is het gebied waar wij actief zijn, statutair bevoegd voor zijn. En dat is het gebied wat wij willen koesteren en beschermen. U ziet ook zeer goed dat stroomopwaarts er een gekanaliseerde Leien is, die een beetje de grens maakt met Oost- en West-Vlaanderen. Maar dat is dus een doodrecht kanaal. De rivier is daar vermoord geweest. Volgende slide. Er was 50 jaar geleden nog een plan geweest, net voorbij Deinze, om ook nog een stuk Leien meander te gaan kanaliseren. En het was terug een artiest, met name Roger Ravel, die ook een actie heeft opgezet. Een schilderij van hem af laten varen op de Leien. En men heeft dat stuk Leien toch kunnen herstellen.
waar we heel gelukkig mee zijn, ook al is het buiten ons gebied. De volgende slide. Er is een nieuw initiatief waar we ook op zich heel blij mee zijn. Vanaf 2022 is er een project van rivierherstel van de Vlaamse regering. Het doel is om er 500 hectare natte natuur bij te krijgen tussen Deinze en Sint-Baafsvijve, op zich zeer mooi. Alleen vragen wij ons af, wat is de zin van eerst een rivier kapot te maken met publieke middelen, met andere woorden te kanaliseren, en nadien opnieuw, een honderdtal jaar nadien, publieke middelen moeten, belastingsgeld dus, moeten inzetten om aan rivierherstel te doen. Wij stellen ons echt deze vraag, want onze schrik is, mocht het complex komen in de vallei van de Leie, met name in de Keuzemeersen, zal men het dan binnen x aantal jaren ook weer willen afbreken en ergens anders plaatsen. Dus zo'n situaties willen wij toch enigszins vermijden. Dit project, mooi op zich, ik herhaal het, had kunnen vermijden worden, had men de schade niet oorspronkelijk aangebracht. Volgende slide toont een deeltje van de meanderende Leie. En dit is wat wij willen behouden. Dit is waar wij voor staan. Op de volgende slide noemen wij dit gebied een stuk cultuurhistorisch erfgoed. En dit is omwille van het landschap. Mijn stelling is, dankzij de natuur komt de cultuur er. Had dit zo geen prachtige streek geweest, dan had Emiel Claus niet langs de Leie komen wonen en ze daar vereeuwigd. Dan had Anna de Weert niet langs de Leie komen wonen, dan had Albert Servaas niet langs de Leie komen wonen en ze daar niet vereeuwigd. Als men naar de volgende slide gaat, ziet men nog een aantal artiesten die hetzelfde gedaan hebben, daar ook gewoond hebben. Valerius de Sadeleer naast de Tempelhoeve, Gustave de Smet, Albert Servaas woonde niet langs de Leie, maar in het Torenhof en had zicht op de vallei van de Meersbeek, momenteel dus een natuurreservaat, en was daardoor ook geïnspireerd. En op de volgende slide ziet men nog een aantal werken. Ik ga niet de namen van alle kunstenaars opnoemen, maar dit zijn andere zeer bekende kunstenaars van wat men soms de Laathamse school noemt, die niet langs de Leie woonden, maar regelmatig vertoefd hebben en ze ook vereeuwigd hebben. Dit maar om te ondersteunen over welk belangrijk cultuurhistorisch patrimonium het gaat. Volgende slide. De natuurlijk meanderende rivier maakt het landschap, de omgeving. En onze stelling is dat de resterende open ruimte, ook die van de Keuzemeersen, moet intact kunnen blijven, moet bewaard kunnen blijven voor het nageslacht. Dat is niet alleen een emotionele oproep, we hebben daar een heel aantal, de volgende slide mag gegeven worden, een aantal argumenten voor, rationele argumenten. Ten eerste landschappelijk, ten tweede, en dat heb ik voldoende belicht denk ik, ten tweede ecologisch. De Keuzemeersen vormen een onderdeel van het natuurpark Levende Leie, een prachtig initiatief van VZW Natuurpunt. Het gaat om biologisch waardevol tot biologisch zeer waardevol en van nature overstroombaar gebied. De recente overstromingen in onder andere Wallonië hebben ons aangetoond hoe belangrijk bergingscapaciteit voor water is om te kunnen overstromingen voorkomen. Juridisch, ik weet dat een RUP de bestaande bestemmingen overstijgt, maar het zou toch heel het decreet op ruimtelijke ordening op losse schroeven zetten door zomaar in natuurgebied of deels natuurgebied dan toch dergelijk project neer te poten. En last but not least, en ik ben heel blij dat Jan Verboven hier aanwezig is, de Vlaamse Landmaatschappij onder het leiderschap van Jan Verboven heeft in het kader van het natuurinrichtingsproject daar reeds honderdduizenden euro's belastingsgeld geïnvesteerd voor een natuurinrichtingsproject. Opnieuw een prachtig initiatief. Ik zat zelf in de commissie, dus ik ken het dossier zeer goed. Dat bestond uit onder andere onteigeningen. Er zijn wandelpaden ingelegd die trage wegen zijn ondertussen. U ziet daar een fotootje, de kruising tussen het Bosbulkpad en het Dammeerspad. Daar zijn bankjes, dus de bedoeling is dat de zachte recreant van die omgeving van de Keuzemeers kan gaan genieten. Als men daar zo'n gigantisch complex neerpoot, dan is heel die waarde teniet gedaan. En dan vraag ik mij af, waarom heeft men erin geïnvesteerd als men nadien een investering doet om ze de eerste investering kapot te maken. Bovendien weet iedereen ook dat een verbouwing
minder kost dan een nieuwbouw. Maar ik kom daar straks op terug. Ik wil eerst nog even organisatorisch nog even meegeven dat VZW Leie Omgeving Beschermen zich heeft verenigd met een aantal andere VZW's, niet in het minst VZW Natuurpunt, Gent. Ook VZW Leefbaar Baarle, die straks de voorzitter Wim van Kouwenbergen ook een presentatie geeft. En VZW Bosbehoud in ARK. ARK, dat staat voor Actiegroep Red de Keuzemeersen. We hebben de pers gehaald, we hebben een charter ondertekend. En deze vier VZW's zijn allemaal unaniem het erover eens dat dit project niet thuis hoort in de Keuzemeersen. Dus de vraag, in de volgende slide, de vraag is, zadelen wij onze kinderen en kleinkinderen en verdere generaties op met dergelijk project? Of gaan wij voor een alternatief? En ik wil natuurlijk constructief eindigen. En nogmaals, in deze fase gaat het enkel en alleen over de locatie van het project. Dus de verfijnde uitvoering, daar willen wij het momenteel niet over hebben. Daarvoor komt een ander openbaar onderzoek. Ons alternatief voorstel is heel eenvoudig. Wij pleiten voor een beperkt brownfield project. Een brownfield, dat betekent een verbouwing. Dat betekent een optimalisatie, een aanpassing van iets wat bestaat. In plaats van een groot greenfield project. Een greenfield is iets vanaf nul op een groen veld bouwen. En wat zijn onze argumenten? Wel, ik ga ze niet meer lezen, ik heb ze gegeven. U ziet ze op de laatste slide. En ik hoop dat ik ben ervan overtuigd dat ik binnen het tijdslimiet ben gebleven. Hartelijk dank. Ja. Bedankt voor de toelichting. Dat is zeker gelukt. Ik kijk intussen in de chat. Ja, oké. Ik zie niet direct vragen. Die kunnen eventueel straks nog komen. Als tweede spreker had ik Henry Kolle staan. En ik zie dat hij zijn camera heeft aangezet, dus dat is goed. Meneer Kolle, wenst u dat ik de presentatie deel of gaat u ze delen? Ik denk dat dat hier wel zal lukken. Ja. Is het oké? Ja. Zo, goedenavond. Ik ben geen ingenieur. Ik ben puur amateur, maar wel amateur ook van Baarle-Drongen. Ik woon hier nu een tiental jaar. Heb hier ook in de jaren 70, in de jaren 60 zelfs, mijn liefde voor de lei gekregen. En daarmee zou ik ook zoveel mogelijk wat meneer Ledoux voorgesteld heeft willen bijsteunen. Ik zal het ook zeer kort hebben. Omtrent ten eerste het principe. Dus van zoveel mogelijk alles compact te houden en zo veilig mogelijk. Als arts ben ik vooral bekommerd met veiligheid op de eerste plaats. Ik heb voldoende miserie gezien met schedeltraumata en dergelijke meer bij verkeersongevallen. Dus dat is een van de primaire zaken die naast de ecologische verantwoording ook telt. Nu, de basis, denk ik, is verkeer zoveel mogelijk in parallele wegen en zo dicht mogelijk aansluiten bij de E40, zodanig dat er dan ook des te minder ecologische belasting komt. Essentieel is denk ik ook een vloeiend verkeer. Dus vermijden van kruispunten, vermijden van rode lichten, zoveel mogelijk vermijden van rotondes. Hoe beter het vloeiend verkeer, hoe groter de veiligheid, hoe groter de ecologische verantwoording. Dat brengt ook mee dat het aantal onteigeningen beperkt is. Wat ook de kostprijs vermindert, samen ook met het verkeer in parallele wegen daarbij. Dus eerst een overzichtje. Ziet u de cursor bewegen? Ja, oké. Okay. Dus ik heb hier in het kort voorgesteld, dus komende van Gent, komende van Brussel, komende van Oostende, de industriezone en Deinze. Het principe is van met twee parallele wegen, dus een aan de noordkant en een aan de zuidkant, zoals meer en meer voorkomt, zoals in Sint-Niklaas voorkomt, in Brugge voorkomt enzovoort. Daar heeft men controle over de snelheid. En daar kan dus de ontsluiting gebeuren van en naar de betrokken zones.
Dus om te illustreren, bijvoorbeeld een komende van Gent, kan men met alle bestaande banen die hier aanwezig zijn, met een lus die met een brug kruist over de E40, dan verder aansluit richting Brussel. Dat is dus wat ik resumeerd heb, Gent en Brussel. Voor de mensen die van Gent, bon, als goede Gentenaar beginnen we daarmee, volgt u de groene streep om richting Deinze te gaan met een brug schuin verlopend over de E40, zoals reeds besproken werd vroeger met Ventweg en zovoorts. Dus over de E40, die lege zone daar, en dan doorlopend tot aan de Gavelandse Steenweg. Omgekeerd van Deinze komend, hetzelfde verhaal, dus langs de E40, schuine brug over de E40 en zo richting Gent, richting Oostende. Als men van Brussel richting Deinze, richting Gent eerst wil, gaat men de parallele weg in, gaat men inslaan, maar niet op de bestaande plaats om de langere files te vermijden, maar ietsje verder naar het westen. Dus hier ook één baan is één bestemming. Omgekeerd, de mensen van Deinze komend die naar Oostende moeten, volgen dan de bruine baan. Het verkeer komende van Oostende kan eerst al richting industriezone van tevoren, en dan ook de mensen die van Oostende richting Deinze willen, volgen dan deze groene baan. Kortom, de ingrijpende zones hoegenaamd niks ter hoogte van de Keuzemeers en de Leivallei. Hier verandert ook feitelijk niks. De zones die gearceerd zijn en in het lichtgroen aangeduid, zijn de zones waar uiteindelijk het meest gebeurt. Hier wordt niemand gestoord, dat is landbouwgebied. Hier aan de aanleg van de brug die de kloosterwegbrug vervangt, een paar aanpassingen. En dan hier in deze zone aan Noordhout, maar ook minimaal. Ik denk als men vertrekt van hier de bestaande afrit tot ongeveer hier de zone van de Kloosterstraat, dan komen we ongeveer 1,5 kilometer, zowel in het noorden als in het zuiden. Dus in detail, als we dan gaan kijken naar het centraal plan, het oostelijk hebben we laten liggen. Dus nog eens een herhaling, de parallelweg, 1,5 kilometer, verkeer van Brussel naar Gent, verkeer van Gent naar Brussel, zodanig dat een minimum van oppervlakte inneemt, geen werken van te gaan beginnen graven, tunnels die ja, minstens een 5 meter hoogte moeten hebben, 4,5 à 5 meter hoogte, dat ter hoogte van de Keuzemeersen in een gebied dat jaarlijks overstroomt, lijkt wel een beetje het rationele te overschrijden, zou ik zeggen. En dus bruggen zijn uiteraard veel goedkoper dan tunnels. En dus vandaar het voorstel van met deze lus het verkeer naar Brussel te concentreren. De baan naar Deinze gewoon te laten doorlopen en dan met een brug richting Noordhout. Omgekeerd ook met een schuine brug richting Gent of richting Oostende. Alternatief is van eventueel vanuit deze parallele weg een baan te laten lopen naar Baarle Centrum. Nu, als we het geheel meer lokaal gaan bekijken, dat is dan in het Oker voorgesteld, zouden we voorstander zijn van de baan die juist beschreven werd te laten doorlopen richting hier Keuzemeersen en Mortenputstraat. Dus hier twee richtingsverkeer. De hoogte van Baarle Centrum een eenrichtingsverkeer te laten gebeuren. Want het is bijzonder moeilijk van daar en parkeerplaatsen en een dubbele fietsroute, fietsostraat of zo, dubbel verkeer te laten plaatsvinden. Dus hier kunnen we een aansluiting hebben op al wat Noordhout is en dergelijke meer op Baarle Dorp. Rechtstreeks.
Voor de ontsluiting van het gebied van Baarle-Kouter kan een baan getrokken worden die feitelijke verbinding maakt tussen de twee hoeven hier verder op de richting naar richting Nevelen toe. Als we het nog meer in detail gaan bekijken, dus de afrit van de E40, van de parallelweg, niet van de E40, maar van de parallelweg, richting Baarle Centrum, eenrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer hier, een eenrichtingsverkeer met een lus in wijzerzin, en dan verder beiderzijds richting Deinze dan. De voordelen, zoals gezegd, vooral een minimaal impact op de omgeving. Dus we bekomen een lus in Baarle-Kouter en Noordhout. De industriezone, want daar is nog niets over gezegd geweest. Ik denk ook wel dat dat zeer belangrijk is. Naast het vermijden van het vrachtverkeer, dat komt van de R4 Ertvelde en nu momenteel raast door Drongen. Dat moet zeker in de richting van de loop afgezonderd worden met, het zij een tunnel of waarschijnlijk nog een goedkopere viaduct. Maar het verkeer, vrachtverkeer door Baarle en door Drongen moet uitgesloten worden, behalve wat richting industriezone Drongen moet gaan komen. Essentieel om een veilig Baarle-dorp te kunnen bekomen, is dat het verkeer uit Baarle-dorp zelf zoveel mogelijk uitgesloten wordt. Enkel voor het lokale verkeer, voor winkels, de kleinhandel te steunen en dergelijke meer. U weet, in Baarle-dorp, zowel voor jong en oud, dus er is daar een school, er is daar Giro, er is een woonzorgcentrum enzovoort. Dus zowel de voetgangers als de fietsers moeten daar maximaal op verkeersveiligheid kunnen rekenen. En inrichtingsverkeer al daar is zeker een gunstig argument. Fietsers zouden we zeker een fietsostrade aanraden, komende van Baarle, van het Drongen station in de richting van Deinze. Daar zal ik onmiddellijk op neerkomen. En verder tenslotte een poging tot Baarle-dorp, dat kolossaal aan het uitsterven is met doodgaan van de kleinhandel, omdat het Baarle is feitelijk het lelijkste dorp rond Gent. Het is het gevaarlijkste dorp rond Gent. Het is een onaangenaam dorp. Dat zal denk ik iedereen momenteel akkoord voor gaan. Daar willen wij, als we die mooie beelden zien van meneer Ledoux, krijgen we natuurlijk een beetje heimwee. En we zouden toch moeten proberen van rond de dorpskern, in bijzonder rond de kerk enzovoort, en de oude pastorie, vandaar iets wat aangenaams te kunnen uit de grond stampen. De parkeermogelijkheid moet ook opgedreven worden om de aantrekkelijkheid van de kleinhandel wat op te drijven. Nu, alle voordelen hebben ook nadelen. Er zijn uiteraard in elk prototype, in elk concept een paar onteigeningen. Hier in omteven welk voorstel gaat er, als er een ontsluiting moet zijn richting industriezone, 1 à 2 huizen sneuvelen, 1 daar, 1 à 2 in de Noordhout en 1 à 2 in de Brouwerijstraat. Als we het detail even bekijken van wat kan gebeuren ter hoogte van de Noordhout, dat is dus dat het verkeer richting industriezone ofwel langs hier passeert, en of van Gent komende zo over dat rondpunt richting industriezone en hier verder van en naar Deinze. Wat de fietsroutes betreft, als men een fietsenstraat zou kunnen ontwerpen komende van Deinze, doorheen Baarle, langsheen eerst de snelweg, uiteraard eerst de Brouwerijstraat en dan langs de snelweg richting Sint-Denijs-Westrem. Een fietsenstrade die passeert langs het Drongen station en dan met een brug naast de bestaande brug aan de Waadsporbaan.
En met dan de brug die zou komen over de watersportbaan, zo verder richting Gent. Hier dan ook verder de spoorweg volgende fietsroute. En een betere fietsbaan nog via de Beukelaan richting Gent Centrum. Grosso modo, wat moeten we kunnen bekomen met zo'n systeem? Een zeer eenvoudig schema. We komen vanuit Gent op de N466. Centraal richting Deize, links richting Oostende, rechts richting Brussel. Omgekeerd vanuit Deize komend, links richting Brussel, rechts rechttoe richting Gent en naar rechts toe richting Oostende. Zeer eenvoudig, denk ik, de laagste mogelijke kostprijs. En vooral vermijden van files met rode lichten. Ik huiver aan de gedachte van ook maar één rood licht te zien verschijnen in Baarle Centrum. Dat gaat kolossale files geven op de autosnelweg, wat een nachtmerrie is op het gebied van veiligheid. Zo, ik dank u. Ja. U mag het delen stoppen. Ja, ik probeer dat. Hopla. Nee, u moet gewoon terug eens op dat... Ja, ik heb het niet meer. Ik doe escape. Ja, voilà. Ja. Oké. Okay. Ik heb intussen gelezen, er zijn er een aantal bedenkingen opgekomen in de chat. Ik noem de belangrijkste, dan kan u daar eventueel nog kort op reageren. Er wordt gezegd van ja, dit voorstel zal toch wel impact hebben op bijvoorbeeld de landbouwzone aan de Raapstraat, op Noordhout, ook de bruggen, en er zitten veel bruggen in uw voorstel, die worden in de hoogte, ja, bruggen, gebouwd, wat daarvoor geluidshinder zal zorgen naar de Vaardriswijk, ook naar Baarle, omdat ze in de hoogte zitten. Dus ja, ik las dat. Iemand vraagt ook hoe valt dit te rijmen met eventuele bouw van sociale woningen te Noordhout. En iemand zegt ook, dit is niet echt een compact voorstel. Dat is heel kort wat ik uit de chat haal. En die rode licht, nu heb je op het einde nog gezegd, hè, geen lichten in Baarle. Iemand schrijft hopelijk wel rode lichten aan de bushaltes voor de veiligheid. Ik weet niet of u daar nog kort op wil reageren. Ja, zeker. Voor wat betreft de bruggen. Uiteindelijk, er is een brug aan de Kloosterstraat. Die is onvermijdelijk om de industriezone te ontsluiten. Het kan niet anders dan dat die gewoon vervangen wordt. De brug, de huidige bestaande brug in Baarle, wordt gewoon gesplitst in twee vrij dicht bij elkaar. Ja, dus ik denk niet dat dat op gebied van geluidshinder voor Baarle dorp iets gaat veranderen. Uiteraard moet men de hoogte van die parallelwegen ook behoorlijk hoge geluidsmuren gaan plaatsen. Dat is nogal evident. En dan ja, de verdere bruggen, de brug natuurlijk van de Goedingenstraat en de brug van de Solvijnsdreef, die dus keuze... En Kuzmeers ontsluit. Dat zijn gewoon vervangingen die toch in aanmerking komen voor de meer dan 50 jaar oude bruggen die er nu zijn en blijkbaar een beetje gevaarlijk zijn. Voor wat de landbouwzones betreft, ja, ik zou zeggen, het is misschien beter dat een paar landbouwzones sneuvelen dan gebied rond te leien. En voor wat sociale woning betreft, dat maakt hoegenaamd niet uit. Er zijn voorstanders van die sociale woningen, er zijn tegenstanders van. Ik denk dat sociale woningen logischerwijze essentieel zijn, maar hoe dichter bij Gent, denk ik, hoe beter. Sociale woningen gaan bouwen, 300-400 woningen op 10 kilometer van Gent, lijkt mij persoonlijk een pure nonsens. Ik weet niet. Ja, voor rode lichten, uiteraard, als er bushaltes zijn, als het verkeer zo traag verloopt in Baarle Centrum,
denk ik niet dat er daar nog een noodzaak is voor rode licht, a fortiori als het verkeer in richting verloopt. Beantwoord? Ja, ik denk, we kunnen ze niet helemaal, maar ik denk dat het wel goed is om er toch kort op te reflecteren. Meneer Kind die vraagt waarom zou het industrieterrein niet op een andere manier kunnen ontsloten worden. Meneer Kind, heeft u zelf, ik neem aan dat u zelf aan iets denkt dan. Wel, het is de eerste keer dat ik het voorstel zie natuurlijk, hè, maar er is al sprake geweest dat de oprit en de afrit vroeger op de autostrade zou komen dan nu het geval is. Want wat ik vooral vaststel is dat de school waar mijn zoon ook nog school heeft gelopen, dat dat niet de meest veilige situatie is met het verkeer van het industrieterrein dat daar nu alle dagen dikwijls passeert. Dus ik vind dat een zeer onveilige situatie. En ik denk dat het voorstel een beetje eenzijdig kijkt naar wat er nu ligt en daarop verder bouwt. Ik denk dat je een beetje een open visie moet hebben om de dingen te bekijken die in belang zijn. Niet alleen van de natuur, want daar ben ik ook een grote voorstander van, maar van beide kanten, zowel de kant van de raad als de kant van de raadstaat bijvoorbeeld. En dan zie je dat in het plan of in de verschillende mensen die aan bod komen, dat je daar een volgens mij sterke tegenstelling ziet tussen de mensen aan de ene kant van de autostrade en de mensen aan de andere kant van de autostrade. En die tegenstrijdigheid, ja, die ga je terugvinden in de voorstellen. En dat vind ik op zich wel een spijtige zaak. Ja. Mag ik meneer Kent antwoorden? Een van de essentieelste zaken in ons voorstel was van de hoogte van Baarle-centrum, de school, de woonzorgcentrum enzovoorts, zodanig te isoleren met zeer traag verkeer, dat dat een van de basiselementen is waarom die parallelwegen essentieel zijn en dat het verkeer van en naar Deinzen in het bijzonder zoveel mogelijk moet geweerd worden. Ja, ik denk dat we stilaan naar de volgende toelichting zullen gaan. Ik zie nog dat iemand suggereert waarom de op- en afritten in Baarle niet sluiten. Misschien toch nog eens erop wijzen dat zo'n voorstellen zijn zeker zaken die u ook kan inspreken tijdens de publieke raadpleging. Hè. Dus Griet heeft daar juist al gezegd, die loopt nog. Sowieso moeten alle voorstellen die hier gedaan worden ook ingesproken worden. Maar dat zijn zeker ook zaken die u best inspreekt als u daar een reactie rond wil geven. Ik ga kijken naar de derde spreker. Dat is Stijn Vinke voor Leefbaar Drongen. Ja. Gaat u zelf projecteren? Ja. Ja, ik zal zelf mijn scherm delen. Dat zou normaal gezien nu het geval moeten zijn. Wij zien nu gewoon uw icoontje, het cirkeltje SV. Wij zien nog nieuw scherm. Deze keer wel? Ja. Oké. Goed. Van mijn kant uit welkom allemaal. Ik ga u een voorstel toelichten dat opgemaakt is vanuit Leefbare Drongen. We zijn eigenlijk een bewonersgroep die pleit voor een verbeterde leefbaarheid in Drongen en omstreek. Ikzelf ben Stijn Vinkel sinds 2 jaar in Drongen en ben als landschapsarchitect betrokken bij dit alternatief en zal het dus ook jullie voorstellen. We hebben ons alternatief, ja, een beetje vanuit onze naamgeving, het leefbaar alternatief genoemd. Er zijn enkele uitgangspunten die voor ons belangrijk zijn. Hè. Een betere leefomgeving, wat wil dat zeggen, specifiek met betrekking tot het open afrittencomplex? Een betere leefomgeving draait voor ons om de lawaaihinder, om een minimale uitstoot in de omgeving waar mensen wonen. Een verkeersveilige oplossing, ook voor de zwakke weggebruiker. Maar daarnaast ook inderdaad voldoende ruimte voor recreatie en natuur, zaken die daarnet ook al aan bod zijn gekomen. Het bevorderen van het sociale netwerk. Ik denk dat ook meneer Kolle daarnet ook wel graag op in wilde zetten. En het houden van het verkeer, waar het verkeer eigenlijk moet zijn. En er op die manier voor zorgen dat er
ja, zo goed als geen straatverkeer in de omliggende woonwijken niet meer aanwezig is. Wat betekent dat nu concreet voor ons, voor het dossier dat nu eigenlijk op tafel ligt? Dus eigenlijk hebben wij daarvoor 5 uitgangspunten die wij willen meenemen in het gehele verhaal. En één daarvan, op nummer 1 gezet, is eigenlijk een downsize van de Deinse Steenweg. We weten, de Deinse Steenweg is natuurlijk rechtstreeks gelinkt aan het op- en afrittencomplex. En het is voor ons ook belangrijk dat eigenlijk het hele verhaal dat hier verteld wordt, dat dat kadert in een groter geheel. En dat die Deinse Steenweg effectief een beperkte dimensie krijgt om ervoor voor te zorgen dat er geen aanzuigeffect van verkeer kan zijn. We willen ook ervoor zorgen dat doorgaand verkeer eigenlijk niet in de woonkernen terechtkomt, maar net van de woonkernen weggehaald wordt. Om op die manier natuurlijk ook weer op die verkeersveiligheid in te spelen. En de geluidsoverlast willen we inperken door verkeer enerzijds te verminderen, maar anderzijds ook zo laag mogelijk te houden. En dat bedoelen we ook letterlijk. Dus te gaan kijken of er mogelijkheden zijn om verkeer onder de grond te steken, zodat we eigenlijk minder lawaai-overlast hebben. En we willen een totaaloplossing aanbieden waarin de Deinse Steenweg mee opgenomen wordt. Maar voor ons is het ook belangrijk dat de ontsluitingszone voor het Booienbos meegenomen wordt en dat die ook deel uitmaakt van de voorgestelde totaaloplossing. Wij hebben dit voorstel niet zonder meer opgemaakt. Wij willen ook wel eens aftoetsen eigenlijk wat er leeft binnen Drongen en binnen Baarle. En we hebben dit werkplan met de werkgroep uitgewerkt en dan op 2 locaties, op 11 september en op 12 toegelicht aan iedereen die wou komen luisteren. En mensen moesten niet komen luisteren, maar mochten ook suggesties doen of ons voorstel beoordelen. En we hebben uiteindelijk 349 aanwezigen gehad in dat weekend, waarbij er 128 mensen een evaluatieformulier hebben ingediend en dat er ook nog achteraf enkele suggesties zijn bezorgd. Deze plansuggesties hebben we al gedeeltelijk meegenomen in de plannen die we nu graag voorstellen. Maar er blijven natuurlijk wel enkele belangrijke aandachtspunten die aan ons werkplan die er wel blijven zijn. Eén daarvan is de aansluiting tussen de N466 en het nieuwe op- en afrittencomplex. Daarnaast ook de kruispunt die wij eigenlijk zouden realiseren tussen de N466 en met de weg richting het Booienbos. Ook daar is wel een aandachtspunt. En ook de fietsverbindingen, dat die nog verder bekeken worden, op welke manier dat volledig past binnen het gehele traject. Zoals ik net zei, we willen dus graag kijken naar een volledig verhaal. Daarom hebben we ook opnieuw eventjes uitgezoomd, waarbij we effectief de Drongense Deinse Steenweg meenemen, maar onze zoekzone wel richt tot aan het Booienbos en tot aan de Goedingebrug. Waarbij er dus eigenlijk 4 bruggen zijn die vervangen moeten worden. De Kloosterstraat, de Baarlebrug, Slovijnsdreef en dan de Goedingenbrug zelf. Hier doet u op lijnschema de huidige situatie met hier centraal de E40, het huidige op- en afrittencomplex zoals dat nu ligt. En dan verschillende wegen rondom. En hier in die grijze aanduiding is eigenlijk de ligging van het dienstencentrum. Natuurlijk, de Leien ziet u hier in het blauw. Dat zouden wij in feite voorstellen. We gaan even kijken naar hoe we de op- en afrittencomplex voor de richting Oostende zouden oplossen. Dan zouden we eigenlijk vanuit de Deinse Steenweg een afbuiging maken om op die manier het verkeer weg te houden van de kern van Baarle en op te schuiven naar de oostelijke kant. En dit is voor alle duidelijkheid nog buiten de echte Meerse gebieden die zich dichter bevinden hier langsheen de Leien. En hier in stippenlijntjes ziet u eigenlijk een aanduiding van dus de oprit die hier zo loopt, de afrit die zo loopt, die hier onder de grond gaat. En dus hier, waarom is dat onder de grond? U ziet hier al dat we enerzijds op die manier het dienstencentrum nog kunnen oplossen, dat die ook nog opnieuw, de mensen die in het dienstencentrum komen, ook nog opnieuw de E40 geraken. Maar natuurlijk gaat het ook daar weer om die geluidsoverlast en willen dat verkeer eigenlijk de diepte in krijgen, zodat we ook in onze volgende afwikkeling eigenlijk ervoor moeten zorgen dat we de overzijde van het op- en afrittencomplex wat u hier ziet, dat we dat bijkomend mee verder onder de grond kunnen realiseren. En dat er op die manier dus een aansluiting wordt gemaakt opnieuw met de E40, ook ter hoogte van het dienstencentrum. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het hele op- en afrittencomplex volledig weggenomen wordt uit de kern van Baarle en opgeschoven wordt naar de zone van het dienstencentrum. En door die, u ziet, het is een redelijk grote cirkel. U kan zeggen, die cirkel lijkt misschien wel groot,
Maar dat gaat natuurlijk ook gewoon om praktische zaken. En de straal van die cirkel moet minimaal 30 meter zijn om dat op een verkeersveilige manier af te handelen in een tunnel. Dus we hebben die ruimte wel nodig. Maar door dat volledig te ondertunnelen, zorgen we er ook voor dat die natuur, die, ja, dit is eigenlijk grotendeels een akkerland, dat eigenlijk verder ingezet kan worden in functie van de natuur. En zorgen we er ook voor dat hier geen bijkomende hinder ontstaat voor de mensen in de woonwijk hier. Zeker door ervoor te zorgen dan dat de tunnelmonden eigenlijk gericht zijn naar de snelweg en niet naar de wijk hier aan de zuidzijde. Daarnaast wil ik toch nog eventjes aandacht vestigen opnieuw op de aansluiting naar het Boyenbos, die eigenlijk in het huidige groep Boyenbos voorgesteld wordt om dat via de Paarleveldstraat te doen. Dus dat er eigenlijk een aftakking zou komen op de Deinse Steenweg. En op die manier, aan de noordzijde dus van de Deinse Steenweg, en op die manier eigenlijk de Kloosterstraatbrug zou vervangen voor een nieuwe aansluiting te maken op het Boyenbos. We zien dat er inderdaad de hoogte van Baarle-dorp lijkt dat wel een logische oplossing. Maar als we kijken hier in de zone van de Kloosterstraat zelf, krijgen we eigenlijk een heel groot nieuw bruggencomplex. Dus een bijkomende locatie waar het vrachtverkeer boven de grond is, waar het vrachtverkeer gaat optrekken en terug moeten stoppen op die brug. Dat er toch wel een tweede punt komt van geluidsoverlast. En er zijn natuurlijk in die ligging van heel dit bruggencomplex zijn er verschillende onteigeningen die ook moeten gebeuren. Zouden we natuurlijk liever willen vermijden. En om die reden stellen we eigenlijk voor om het vrachtverkeer naar het Boyenbos toch nog steeds aan te sluiten, gewoon via de Baarlebrug, dat er eigenlijk een rechtstreekse vlotte aansluiting loopt die langs de E40 eigenlijk meegekoppeld wordt. En waar er één bundel van wegen is, dus de bijkomende lawaai van het verkeer of bijkomende uitstoot van het verkeer, ja, die zit gewoon mee in die bundel van de snelweg. Dat is natuurlijk in het initiële situatie aan de noordkant ook het geval. Maar op deze manier hebben we ook geen nieuwe brug nodig ter hoogte van de Kloosterstraat. En blijft die Kloosterstraatbrug eigenlijk echt een brug van lokale verbinding. Graag vraag ik ook nog op dit schema eventjes aandacht voor het punt hier. Waarbij we de aansluiting naar het op- en afrittencomplex echt als één doorlopende weg hebben ingetekend. Dus de hoofdweg loopt echt zo, van hier naar Gent Centrum. En op die manier kunnen we ook daar weer het centrum van Baarle verder ontlasten en sluipverkeer bijvoorbeeld vermijden. Nu, een lijnschema aan zich is natuurlijk heel mooi, maar het is voor ons ook wel interessant geweest om dat eens eigenlijk maatvast op plan in te tekenen. Want door dat te doen merken we ook hoe realistisch dat idee is en hoe groot die zaken nu effectief al dan niet moeten zijn. Hoe klein die zaken moeten zijn en waar er eventueel nog bijkomende problemen zijn. Wat u hier ziet, is dus die oostelijke zone, om het zo te noemen, met het dienstencentrum langs beide zijden van de E40 en de afgetakte N466, die eigenlijk vanaf hier ongeveer de grond ondergaat en dan de bocht maakt om dan terug boven de grond te komen om dan die aansluiting te maken met de snelweg zelf. Hetzelfde gebeurt hier langs die noordelijke kant, waarbij dat natuurlijk iets kleiner is, omdat we daar minder grote bocht moeten maken. En dan zien we dat we daarboven eigenlijk heel veel ruimte winnen die we toch aan de natuur kunnen geven. Een van deze percelen is ook opgenomen in het groenrup van Stad Gent, dus die leent zich daar perfect toe. En die waardevolle gebieden hier, die blijven we dan ook nog grotendeels behouden. Dus ook dat is wel interessant. Hier verder de groene aanduidingen zijn ook de ecologische gebieden die aangeduid zijn in het groenrup van Stad Gent, die dus natuurlijk nog altijd kunnen uitgewerkt worden. En misschien zelfs in aansluiting met heel de buffer rondom het dienstencentrum en de nieuwe verbinding vergroot kunnen worden. De brug hier, de keuzebrug zelf, zal natuurlijk ook vervangen moeten worden. En we voorzien daar ook nog steeds wel voldoende ruimte dat de wegen langs beide zijden van de E40 die daar nu ook lopen, nog mee onder die brug door kunnen. Zodat eigenlijk de situatie voor de rest hier behouden blijft. Het dienstencentrum en deze hoeve en de wijk hierachter nog steeds bereikbaar zijn, komende vanuit Baarle Centrum. Maar het lijkt ons wel interessant om die brug toch echt in te zetten in het fietsverkeer, in het fietsnetwerk. En op die manier ook daar weer sluipverkeer verder te ontlasten. De gele lijn, ik wil daar nog eventjes de aandacht op vestigen. De gele lijn die u hier rondom ziet, is momenteel een schematische intekening van de geluidswand die wij hebben gezien. We zijn natuurlijk geen akoestisch ingenieurs, dus het is voor ons niet heel duidelijk waar die geluidswand best moet komen. Maar het is voor ons wel belangrijk dat eigenlijk de gehele E40 volledig ingepakt wordt
in die geluidswand, zodat dat één afgesloten geheel is met geluidswanden langs beide zijden, dat we ook geen probleem hebben met weerkaatsend geluid naar één van beide zijden. En dat het ook doorloopt helemaal hier tot boven de, tot over de Goedingenbrug. Want ja, zeker ook langs het water of op het water verspreidt geluid zich natuurlijk nogal gemakkelijk. Vervolgens zoom ik graag nog eventjes in op de westelijke zone. Dus hier de zone van Baarle-Dorp. Hier het epicenter dat u ziet, de kerk, pastorie, school, Giro, die allemaal in het centrum zit. Natuurlijk, het grootste verschil hier voor Baarle-Dorp is het, ja, het verdwijnen van het op- en afritten complex hier. In de huidige situatie loopt dat ongeveer zo. En dan natuurlijk via de Brouwerijstraat wordt er de E40 opgereden. En dat verkeer is eigenlijk volledig weg uit de kern van Baarle. En dan denk ik, maar dat is iets wat de vorige sprekers ook al wel aanhaalden, biedt dat heel veel kansen voor Baarle-Dorp om daar terug een aangename rondkern van te maken, die nu eigenlijk gericht is op de E40, maar die we in de toekomst effectief terug kunnen richten op de leien waar dat het eigenlijk ontstaan is. Dus dat inderdaad historisch gezien ook veel mooier zou zijn. Wat u hier dan nog ziet, in deze baan, wil ik nog eventjes de aandacht optrekken, dat is nu de bijkomende weg die we ingetekend hebben naar het Booienbos, die dus hier gewoon de aansluiting maakt op de Baarlebrug. Dat op die manier vrachtverkeer naar het Booienbos ook gewoon voor de kern van het Baarle Centrum eigenlijk afgeleid wordt en niet verder de kern in moet. En de gele lijn zijn ook hier, de geluidsmuren, en de gele lijn staat dus ingetekend aan de buitenzijde van die bijkomende verbindingsweg. Dus om ook maar hier weer aan te geven dat die ene gekoppelde wegcluster is, om het zo te zeggen. Ja, nog eventjes, ja, ik heb me nog enkele pijlen opgezet, dus de gele lijn zijn opnieuw die geluidswanden. Hier deze pijl, deze stiplijn is de voormalige of de huidige afritcomplex. En dan ziet u hier eigenlijk de groene winst die er te maken is hier en hier volledig in de kern van Baarle. Even zoomen op de Baarlebrug. Dat is een van de aandachtspunten die ik daarnet ook aanhaalde, die uit ons participatiemoment naar voren zijn gekomen. Het is gewoon, ik denk, belangrijk bij die Baarlebrug is dat er die ruim genoeg voorzien wordt, of breed genoeg voorzien wordt, dat daar ruimte is voor fietsers, ook op een veilige manier, dat er vrijliggende fietspaden kunnen komen langsheen de rest van de N466 en zo verder richting Gent Centrum of richting Drongen Station kunnen gaan. En dat er natuurlijk ook een veilige en vlotte verkeersafhandeling is voor vrachtverkeer, zodat vrachtverkeer wel eigenlijk een voorsorteerstrook heeft, zodat die eigenlijk zonder problemen moeten kunnen afslaan naar de weg naar het Booienbos. In de kern van Baarle zelf, ja, het is natuurlijk een zeer schematische intekening, maar ziet u wel de winst die daar gemaakt kan worden. Er is heel veel ruimte die nu verhard is, die nu gebruikt wordt voor grote wegen, die daar eigenlijk onthard kan worden, waar dat er een mooi centrum gemaakt kan worden met die verschillende scholen, kerk, pastorie, samen, die daar eigenlijk weer één mooi groen geheel vormen, die inderdaad ook, ja, op een veilige manier ontstoten kunnen worden. Dus ja, graag daar zetten we graag eventjes de aandacht op natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Ik zoom ook nog eventjes in op het stuk aan de brug van de Kloosterstraat, die eigenlijk in ons idee een weg van lokale categorie zal blijven. Dus het is niet dat daar bijkomend vrachtverkeer op komt te liggen. En dan zijn we al aan het denken van misschien kunnen we die oksel, die hier eigenlijk in de bocht van de brug zit, inzetten als een soort bushalte. Die dan niet alleen in functie van het van Booienbos kan dienen, maar ook voor de bewoners van de Noordhoutstraat, dat er eigenlijk op een veilige manier zo heel snel een buslijn richting Gent Centrum kan aangelegd worden. Dus dat we eigenlijk de positieve zaken die we kunnen terugvinden in de plannen een beetje aan elkaar koppelen. En ook de andere verkeersstromen natuurlijk zeker niet willen vergeten. Ik moet nog eventjes inderdaad hebben over het aantal onteigeningen. Ja, ik heb het nu niet echt per se voorbereid, maar omdat er juist aan bod kwam, vind ik het toch ook wel gek. Ik denk, wat meneer Kolle daarnet aangaf, is dat in zijn voorstel deze woning hier onteigend zou moeten worden. Dat is ook bij ons effectief inderdaad het geval. Door de aansluiting van het Booienbos hier en het lokaal houden van de wegen is hier, schuift effectief de weg hier een klein beetje op. Dus dat is natuurlijk ook wel iets, misschien is dat verder te onderzoeken, of daar toch andere mogelijkheden zijn.
Maar ja, dat is toch iets dat ik toch wel eventjes wilde meegeven. En daarnaast, ja, ook heel belangrijk, niet alleen inzet op de mobiliteit van de auto, maar willen we ook echt wel inzetten op die fietsverbindingen. Je ziet eigenlijk in de dikke lijnen de belangrijkste fietsverbindingen, echt het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, hier vanuit Stad Gent eigenlijk Deinzen verbindt. En dat hier de connectie maakt tussen Afsnee en Landegem. Dat eigenlijk hier bijna niet, deze verbinding komt eigenlijk niet samen met de grote wegenissen die er zijn. En deze verbinding zorgen we natuurlijk voor langs de Deinzensteenweg dat we daar een volledig vrijliggend fietspad hebben. En daarnaast hebben we nog lokalere fietsroutes, staan hier in het oranje aangegeven op dit plan. En daar kunnen we natuurlijk ook deze brug hier, de Keuzebrug, heel mooi voor inzetten om die woonwijken samen met elkaar te verbinden. En dan een volgend schemaatje toont nog eens opnieuw die geluidsschermen. Die we dus echt wel voorzien langs beide zijden, echt wel graag willen voorzien langs beide zijden van de E40, noordzijde en zuidzijde. En effectief hier verder loopt tot over de Goedingebrug om in dat meerslandschap toch wel zo goed als mogelijk te bewaren. Op dit schema is ook wel duidelijk door het verder ondergrond te steken van deze lus, om het zo te zeggen, zal er hier wel nog ergens een geluidsscherm bij moeten komen te plaatsen. Maar creëren we eigenlijk wel al een rustige natuurlijke zone hier in dit gebied. Dus niet waar dat er, door dat niet bovengrond te steken, hebben we daar een veel minder groot ruimtegebruik. Nog eventjes enkele aanvullingen die naar ons toe zijn gekomen naar aanleiding van het participatiemoment die wij gehad hebben. We hebben daar heel wat feedback gekregen, heel veel positief feedback. Er zijn ook enkele bijkomende suggesties daaraan toegevoegd, die we hier gewoon eventjes heel kort op kaart hebben gezet, zoals misschien hier een ondergrondse doorgang maken voor fietsers om het fietsverkeer sneller te verbinden of misschien zelfs heel de brug, van heel de Baarlebrug, te draaien zodat de verbinding naar Booijenbos de centrale verbinding wordt en dat dan Baarle echt daarop aantekt. Ook in verband met dit kruispunt, was ook een van de aandachtspunten, zijn er enkele ideeën om daar op een andere manier te doen, dat het niet het doorgaand verkeer is, maar eerder een rotonde, of een O-vonde in dit geval. En om het ruimtegebruik hier langs de zuidzijde te verminderen, heeft ook iemand het voorstel gedaan om eigenlijk niet met een dubbele lus te werken, maar het afgaand verkeer komende van Oostende eigenlijk langs deze kant te trekken. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er hier wat meer ruimtegebruik is, maar zorgt er dan voor dat er hier wat minder ruimtegebruik is. Dus ook daar zijn er misschien enkele zaken die we bijkomend nog kunnen onderzoeken. Nu, ik sluit er dan ook graag mee af. Het is voor ons echt we zijn begonnen met een echt werkplan. Ik denk dat we echt nu wel naar een inspiratieplan zijn geëvolueerd, waar enkele heel mooie zaken in zitten. Maar voor ons is het verhaal hiermee niet af. Wij willen graag in met het AWV, maar ook met de inwoners van Drongen en de andere mensen die hier ideeën doen, willen wij echt wel graag verder denken om samen tot een volledig gedragen eindbeeld te komen, waar iedereen zich in kan vinden. En wij staan natuurlijk open voor feedback en bemerkingen. Voilà, ik denk dat mijn presentatie was. Ik weet niet of er ondertussen vragen zijn, dat kan ik niet zien. Maar ik zal stoppen met mijn scherm te delen. Ja. Ik zal de essentie van de vragen kort overlopen. Bij uw voorstel voor de tunnel, daar hebben meerdere mensen op gereageerd. Van ja, dat ligt, dat is misschien wel akkerland, maar op het Westplan is dat natuurgebied. Het gaat zelf om natuurgebied, om overstromingsgebied. Dus daar waren wel een aantal bedenkingen bij van dit is niet zo evident. Er zijn er is inderdaad een deel van het stuk waar dat, de lus op komt te liggen. Een deel daarvan staat inderdaad ingekleurd als overstromingsgevoelig gebied op de T100, de hoogklimaatscenario kaart van de VNM. Het is inderdaad zo dat ruimte die ingenomen wordt van overstromingsgevoelig gebied, dat die ergens anders moet gecompenseerd worden. Nu, ik denk dat het daarom ook voor ons belangrijk was om die groene ruimte echt wel aan te duiden op plan. Zodat het duidelijk is dat er meer ruimte kan gemaakt worden voor de natuur in de directe omgeving en dat daar die overstroming eigenlijk gecompenseerd kan worden. Ook wat natuur betreft, ook daar loopt het gedeeltelijk door een waardevol stukje natuurgebied aan die zijde, hè, in dat ene stukje groen rup dat er aanwezig is.
Maar ja, dat wil, het graven van een tunnel wil niet per se zeggen dat er wijzigingen zijn aan grondwatervoerende lagen of iets dergelijks. Dus in theorie wordt de tunnel gegraven op het moment dat er werken zijn, zal dat wel een effect hebben, maar eens dat die werken eigenlijk gedaan zijn, herstelt de situatie van voordien zich grotendeels. Nu ook daar, ik ben geen waterbouwkundig ingenieur, ook niet. Dus er staan natuurlijk belangrijke randvoorwaarden die onderzocht moeten worden, dat klopt. Er zijn ook bedenkingen bij de ontsluiting van de industriezone. Mensen zeggen die lopen langs de school en de Giro. Er wordt ook gevraagd waarom niet weg van het dorp aan de noordkant. Dan zou je minder lawaai hebben naar het centrum. Ja, ik denk het lawaai, het zit allemaal samen in één cluster. Hè. Dus of het aan de noordkant of langs de zuidkant ligt, ik denk dat daar op vlak van lawaai niet echt een groot probleem is. Het gaat hem inderdaad wel, en ik denk dat daar een beetje de vraag over komt. Er is wel nog steeds een kruispunt nu aan de zuidzijde, dat we ingetekend hebben, aan de zuidzijde van de E40, daar op de nieuwe Baarlebrug. Ja, het is inderdaad aangetekend, net omdat we die andere nadelen zagen aan de hoogte van de Kloosterstraat, verschillende onteigeningen daar, een bijkomende brug die bijkomend lawaai genereert. En we hebben daar een zeer grote ruimtewinst door de huidige afrit richting Brussel, die natuurlijk verdwijnt. Dus de ruimtewinsthoogte van de scholen zal daar wel zeker groter zijn, zelfs als die weg nog langs de zuidkant komt te liggen. Ja. En misschien nog een laatste groter punt. Doorgaand verkeer in het centrum van Baarle, hoe zien jullie dat? En iemand vraagt ook, duwt het lokale verkeer niet naar de Raapstraat? Doorgaand verkeer in het centrum van Baarle zien we eigenlijk zo goed als niet meer. Hè? Er zal heel veel doorgaand verkeer verdwijnen, doordat er inderdaad niet meer naar het open afrittencomplex langs daar gereden zal worden. Het klopt inderdaad, verkeer dat van Deinze komt, dat naar Gent moet, dat zal niet als eerste via de weg Baarle kiezen, maar het kan inderdaad bij een file ergens anders zou het wel kunnen gebeuren. Dus misschien moet ook dat wel, dat is wel een belangrijk aandachtspunt dat misschien ook verder mee over nagedacht kan worden. Maar ja, belangrijk voor ons is net het verkeer weg te houden uit de kern van Baarle. Hè. Ja, en er was nog één vraag. De fietsroute die kruist langs de Deinsysteemweg, die kruist N466 de hoogte van Verbeke. Hoe zien jullie dat? Ja, dat is natuurlijk sowieso een nieuw kruispunt dat aangelegd moet worden. Wij zagen dat voorlopig met lichten. Misschien dat ook met een rotonde kwam, maar ik weet niet wat daar de veiligste manier is. Maar die kruising zal ergens gemaakt moeten worden, ja. Ja, oké. Okay. Ik denk dat we het daarbij gaan laten. Voor uw toelichting. Bedankt. De volgende spreker is Wim van Kouwenberg van Leefbare Baarle. Meneer Van Wassenhoven, u mag ook uw camera uitzetten als u kan. Ja. Zo, een goeie avond. Goedenavond. U gaat ook zelf delen, denk ik. Ik ga zelf ook delen, ja, graag. Even kijken of dit lukt. Zo, lukt dit, ja? Ja. Zo, een goede avond iedereen. Ik kan starten. Hallo? Ja. Hoort u mij nu? Ja, nu wel. Oké, goed. Dus we zouden ook graag vanuit Leefbaar Baarle enkele voorstellen doen. Misschien eerst een korte intro. Leefbaar Baarle, goed, staat voor... het is een onafhankelijk burgerinitiatief. En we proberen de overheid en andere beleidsmakers te overtuigen om de juiste maatregelen te nemen. We hebben momenteel 142-tal leden. We bestaan intussen 5 jaar en zijn heel erg actief. Al rond het dossier van het op- en afrittencomplex. Dus Baarle, een dorp in buitengebied, is gelegen in open kouterlandschap, heeft heel wat natuur in de buurt en we willen dat ook zo houden. Dus ook een aangename leefomgeving. Kleine analyse. Ik bedoel, de bruggen moeten vervangen worden, dat weten we met z'n allen. Het moet een stuk veiliger komen, maar
we vrezen, en ik denk dat dat ook gewoon een realiteit is en wordt, is dat er eigenlijk meer extra vrachtverkeer en extra verkeer richting Drongen wordt gestuurd door allerlei ontwikkelingen ver weg en nabij. Ontsluiting van het Booienbos van de industriezone is een dossier waarvan we denken dat je dat eigenlijk niet kan loszien van het ontwerp van de op- en afrit. En we willen dan ook heel hard pleiten om dat in het vervolg van het traject zeker en vast mee te nemen. Wat de huidige oplossing is voor de ontsluiting van de industriezone, eerlijk gezegd, ik begrijp het nog altijd niet, en veel mensen met mij, van wat nu juist de bedoeling is. Goed, we stellen dat gewoon vast. Er zijn twee oplossingen die momenteel voorliggen. Er is een centraal complex. Rond dat centraal complex liggen heel veel woongebieden. En dan gaat men nog een keer industrieverkeer daar naartoe brengen. Dat geeft wel wat nadelen. De nadelen is duidelijk. De ontsluiting van die industriezone, er wordt een complex gegeven. Er is geen voldoende geluidsbescherming aan de noorderkant. De uitstulping hier rond de bedrijvenzone en het hotel, dat lijkt mij ook geen goede zaak voor de mensen van de Raapstraat. En dus, dat heeft toch wel aanzienlijke nadelen, het huidige centraal alternatief. Maar het heeft ook positieve zaken. Het is, denk ik, beter dan de huidige situatie. Er is wel meer geluidsafscherming richting Baarle. De fietsers, dat is een goede oplossing. De lokale mobiliteit heeft hier het behoud van de Solvijnsdreefbrug. Is een goede zaak. En goed, ja, er is ook een vrijwaring van landbouwkouders en natuur. Dan hebben we ook de tweede voorgestelde oostelijk complex. Waar men eigenlijk het complex gaat wringen tussen de dienstenzone en woongebieden. En goed, dan gaan we ook nog een keer de industriezone daar naartoe brengen. Opnieuw een complexe zaak. Goed, ja, het voordeel, een vlotte aansluiting vanuit Gent. Goed, ja, aan de noordelijke Keuzemijk, daar zal misschien een verkeersafname hier zijn in deze zone. Langs de andere kant is dit problematisch voor de lokale mobiliteit in Baarle. Goed, er is maar één brugje niet meer. We gaan hier nog een bocht moeten nemen, hier een bocht erover, hier nog een keer twee keer rode lichten. Dan misschien hier nog een keer rode lichten, hier nog een keer rode lichten. Wanneer dat wij met van mensen vanuit Baarle en al het verkeer vanuit Deinze op die op- en afrit zal zijn, dan wordt een echte calvarietocht. En ook al het verkeer van de Keuzewijken gaat hier nog door de wijk van de Mortelput. Dus dat is absoluut geen goede zaak, zoals hier het lokale verkeer wordt opgelost. Bovendien heeft een dergelijk omvangrijk complex heel wat impact op de natuurgebieden die hierom liggen. Een laatste punt die mij bijzonder tegen de borst stoot en samen met mij heel wat mensen, is het volgende. En ik hoorde ook in de introductie van de avond vandaag zeggen dat het plan of het RUP de bedoeling heeft de ruimte in de ruime omgeving van het complex te heraanleggen. En dan word ik toch wel eventjes, toch eventjes op mijn kievit gezet. Want er staan aanwijzingen in het dossier om die restruimtes die ontstaan door dat oostelijke complex ook met harde bestemmingen te gaan invullen. Dus dat kunnen baanwinkels zijn, dat kunnen bedrijven zijn, dat kan een wooncomplexen zijn. In elk geval kan ik al vast zeggen dat daar geen draagvlak voor is van onze kant. Goed. Conclusie. Eigenlijk is het een heel erg moeilijk te ontwarren knoop. En dat komt omdat er eigenlijk een driedubbele functie moet gebeuren. Er moet een op- en afrittencomplex gebeuren, er moet een dienstenzone ontsloten worden en er moet een industriezone ontsloten worden. En dat allemaal in de omgeving van dichte bewoning, natuurwaarden. En dus eigenlijk komt op zijn altijd alles hetzelfde neer. De natuur leidt en de mobiliteit moet winnen. Dus vandaar dat wij eigenlijk hebben nagedacht vanuit enkele oplossingsprincipes. En een eerste oplossingsprincipe wat voor ons belangrijk is, is dat er geen vrachtroute komt door Baarle. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat is door dat verkeer niet naar dat nieuwe complex te leggen, zij het oostelijk of centraal, maar dat we eigenlijk de industriezone proberen te ontsluiten te westen van de industriezone.
Dat is een idee dat ondersteund is door bijna 1000 mensen die de petitie hebben getekend. Bijna 1000 mensen vinden dit een goed idee. En we zouden dus eigenlijk graag hebben dat dat wel degelijk onderzocht wordt. Hoe kunnen we dat gaan realiseren? Ik weet dat al vaak gezegd is dat onze industriezone of de industriezone van Drongen geen aparte op- en afrit verdient. Maar we hebben ook een dienstenzone. En ook die dienstenzone is eigenlijk een historische verrissing. Die hoort niet thuis te zijn of hoort niet thuis in die keuzemeersen. Die hoort thuis verder weg in of nabij de industriezone. Wanneer we de dienstenzone verhuizen naar die locatie ten westen van de industriezone, dan kunnen we ook dat ontsluiten met een klein Hollands complex, een compact Hollands complex, ter hoogte van de Moorbrugstraat, Moorstraatbrug, excuses. En ook die brug is trouwens te oud en te smal en moet dus ook vervangen worden. Dus er moeten eigenlijk wel 5 bruggen vervangen worden. En dan kunnen we eigenlijk de industriezone ook ontsluiten via datzelfde Hollands complex. Dus als we dat zo een keer tekenen, dan zien we dat we eigenlijk de industriezone loskoppelen van de wegen daar rond, zodanig dat er ook geen sluipverkeer meer mogelijk is doorheen de omliggende woonwijken. We kunnen eigenlijk hier een Hollands complex leggen. Hier is geen bewoning in de ruime omgeving. Daar zal dan ook weinig of geen overlast gaan veroorzaken. Er is eigenlijk ruimte om een ruime parking aan te leggen met voldoende parking voor vrachtwagens. En dan kun je eigenlijk ook het weefsel van de industriezone daarop aansluiten. Wat dat als dat extra voordeel geeft, is heel wat minder vrachtverkeer en industrieverkeer doorheen Baarle. Dan kun je ook veilig fietsverkeer over de Kloosterstraat, Baarle-Veldestraat, Halwijn, Stationstraat en verder gaan organiseren. Het laat ook toe om het op- en afrittencomplex minder complex te maken en moet ook minder capaciteit gaan hebben. Dus we kunnen het ook compacter maken. En wat eigenlijk ook belangrijk is, is dat we eigenlijk ook veiliger snelwegverkeer krijgen, want er komt nooit een afstand tussen de op- en afrit en het lokale en het verkeer voor de op- en afrit en de N466 en het verkeer van de dienstenzone en de industriezone samen. Dus we gaan die afstand vergroten, dus het wordt veiliger. We hebben ook een tweede principe, dat is eigenlijk beperk aantrekking en concentratie van verkeer in Baarle-dorp. Dus we willen eigenlijk verkeersstromen weghalen, ik heb er net al eventjes aangetoond, en dus niet naar het dorp brengen. We hebben misschien wel, daarom stellen we voor om een compact verkeerslicht geregeld complex te gaan gebruiken. Het downgraden van de N466 tussen Baarle en de R4, daar zijn denk ik met heel veel organisaties het over eens. Het herinrichten van de Baarle-Dorpstraat, ook dat wordt naar voren geschoven in het dossier en ondersteunen we. En misschien kunnen we ook keer nadenken over een soort stoplicht aan, aan de ingang van het dorp, om ervoor te zorgen dat daar eigenlijk al de verkeersstroom een stuk geregeld kan worden. Dat is een interessante oplossing die kan onderzocht worden, om de toestroom van verkeer in het dorp te gaan beperken. En dan ook nog een keer het behoud van de lokale bruggen, Kloosterstraatbrug en Solvijnsbrug, lijkt ons ook primordiaal. Dus veiliger en minder verkeer in dorpskern Baarle, maar nog wel mogelijk. Geen concentratie van verkeer in bepaalde woonwijken en alternatieven indien er problemen zijn met de hoofdbrug. Want als je alle verkeer op één brug steekt, op één doorgang, dan kunnen er problemen komen. Principe 3, hou maximaal rekening met de natuurwaarden en de leefomgeving van de woonwijken. We weten met z'n allen dat we gebukt gaan onder de geluidsoverlast, die momenteel vooral komt van de snelweg en niet van de bruggen. Dat is hier duidelijk op deze plannen. Dus de generatie van het geluid is langs geen heel de snelweg. En dezelfde tijd is er ook concentratie van fijn stof en alle gezondheidsrisico's die er zijn. Dus wij willen maximaal respect voor die fauna en flora, geen verstoring van natuurgebieden, behoud van open landbouwkouter, ruimte voor water. Maximale geluidsbescherming, bermen in combinatie met groene begroeide geluidsbuffers en wij gaan dus ook voor een huidige, centrale, compacte locatie. Omdat we eigenlijk zo weinig mogelijk verkeer ook willen aantrekken. Dus niet zomaar geluidsscherm, maar begroeide geluidsschermen, waar ook fijn stof wordt geabsorbeerd. En die bomen die er langs staan, die gaan eigenlijk ook overwaaiend geluid gaan
beperken. En we vinden dat een heel erg belangrijke aspect van het dossier. En we vinden het belangrijk dat dat mee wordt opgenomen en onderzocht. Daarnaast, ook op de bruggen zelf, kan er aan geluidsbescherming gedaan worden. En ik weet dat Agentschap in Wegen en Verkeer in het dossier heeft gezet dat de weggebruikers moeten kunnen genieten van het leilandschap. Maar laten we zeggen dat de omwonenden liever niet genieten van de weggebruikers. Dus vandaar een compromis misschien, zo'n een transparante wand waar ook aan geluidsdemping kan mee gebeuren met de nieuwste technieken. Dat lijkt me wel een interessant compromis. Trouwens, doordat we een andere bestemming kunnen geven aan de dienstenzone, is er misschien ook ruimte om een bezoekerscentrum Levende Leien te gaan oprichten in een van de gebouwen die daar nu zijn opgericht. Goed. Verbeterde leefbaarheid voor de bewoners van Baarle, ontplooiingsruimte voor natuur en beleving, zeer beperkte onteigeningen en bufferruimte bij overstromingsrisico. Want mensen, ik weet niet in hoeverre dat jullie daar al van de hoogte zijn, maar ga een keer naar wat websites van de overheid. De middelgrote kans dat dit het scenario wordt. De mensen hier in de Assels die staan met 2 meter water. Er zijn hier gebieden met 1 meter waterhoogte. Dus elke ruimte waar kan gebufferd worden en water kan gebufferd worden, die gaan we kunnen gebruiken. Hier structuren neerleggen die dan minder waterbuffer mogelijk maken en gewoon overstromingsgevoelig zijn, dat lijkt mij misschien niet zo'n goed idee als je kijkt met de toekomstige scenario's. Dus wat zijn de alternatieven? We leggen er verschillende voor. We leggen er verschillende voor en we gaan nu geen waardeoordeel uitspreken over die verschillende alternatieven. We gaan dat overlaten aan de specialisten van Agentschap Wegen en Verkeer en van het MER-team. Belangrijk is dat we eigenlijk de voorstellen volgen van Agentschap Wegen en Verkeer naar ontsluiting voor de fietsmobiliteit. Wij hebben zelf met Leefbaar Baarle pleiten wij ook al jaren voor een fietssnelweg die te zuiden van de Gentse rand eigenlijk alle gebieden gaat gaan verbinden. Dus van de industriezone in Baarle tot in Merelbeke vinden we dat er eigenlijk nood is aan een soort parallelle fietssnelweg. En een vlotte oversteek aan de Leien via de Hoedingenbrug is daarbij een cruciaal element ook. En dus dat moet zeker mee opgenomen worden. Dus als we het totale plaatje hebben, pleiten wij voor een combinatie van een centraal complex met een westelijke ontsluiting van de industriezone en de dienstenzone. Dus die dienstenzone gaat hier weg, zodanig dat we eigenlijk die verkeersknoop ontwarren. Nu, inzoomend op dat centraal complex, is dit een mogelijkheid. Dus goed, hoe dat je dat nu inricht hier, de doortocht van het verkeer vanuit Deinzen, dat kun je niet tegenhouden. We zeggen het modereren een stuk. Je mag van mij ook de weg hier rood schilderen en zo smal maken zoals je wilt, maar oké, er zal toch nog verkeer nodig zijn. Er is een brug of een verbinding nodig naar de andere kant richting Gent. Dus wij gebruiken die brug voor die verbinding en ook om eigenlijk via een Hollands complex, zoals ook door Agentschap Wegen en Verkeer wordt voorgesteld, een op- en afritten te gaan realiseren. Merk dat hier de afstand ook vergroot ten opzichte van de school. Natuurlijk moeten hier ook nog geluidsbermen bijgetekend worden en zo. Wat hebben we voor de gemakkelijkheid nu eventjes niet gedaan. We gaan ons over de mobiliteit nu eventjes buigen. En ook het feit dat je eigenlijk de afrit hier richting beneden krijgt achter het MPV-gebouw, dat betekent dat er hier ook eigenlijk een serieuze geluidsbuffering is richting de mensen van de Brouwerijstraat en zo. En dus die gaan ook eigenlijk een grote verbetering krijgen van het geluidsklimaat. Bovendien komt natuurlijk ook hier een geluidsberm te liggen, maar dat gaan we straks eventjes verder toelichten. Dan de Baarle-Veldestraat, kan via een rondpunt ontsloten worden. Zo. In onze optiek is dat eigenlijk geen weg meer waar industrieverkeer overgaat. Wel houden we de Kloosterstraatbrug ook voor automobiliteit open. Daar is een alternatief op, daar kom ik zo op terug. Maar goed, afrijden wordt inderdaad ook veiliger. We hebben hier ook die dienstenzone niet meer, dus we hebben hier minder een probleem. Natuurlijk komen hier ook geluidsschermen, maar je kunt verder afrijden, voldoende lange afrit, richting Gent. En ook het oprijden richting Oostende gaat zonder probleem, want daar ook ga je geen rode lichten hebben. Dus in die zin is het eigenlijk wel een vlotter werkend complex.
en kan perfect gedimensioneerd worden eigenlijk op de huidige locatie. Een alternatief daarvan, en dat is een alternatief wanneer dat we zeggen, oké, als er geen Kloosterstraatbrug meer hoeft voor autoverkeer, en dus er wordt enkel geopteerd voor fietsverkeer langs de Kloosterstraatbrug, dan is eigenlijk het verkeer in de Baarle-Veldestraat, dat is eigenlijk zeer erg beperkt, want het aantal inwoners in die regio is eigenlijk zeer erg beperkt. En dan kan er over nagedacht worden om eigenlijk hier het verkeer langs Baarle-Kouter af te leiden naar de Raapstraat, maar dat is eigenlijk een zeer erg beperkt verkeersvolume. En dan kun je eigenlijk ook dat hele lokale verkeer hier een stukje afzonderen van het complex. En maakt het complex ook iets eenvoudiger. Okay. Nu, aangezien dat het ook mogelijk is... ik hoop dat ik hier eventjes kan vervangen. Aangezien dat ook ondergrondse structuren mogelijk zijn, dan kun je ook zeggen van, weet je wat, we gaan kunnen eigenlijk het doorgaand verkeer gaan loskoppelen van het op- en afrittencomplex door het aanleggen van een tunnel, waar het doorgaand verkeer hier dan beneden gaat, in een tunnel komt en terug naar boven komt en dan eigenlijk via het ronde punt hier het complex kan vervoegen. Dus dan is er eigenlijk ook geen verkeer dat hier door dit stuk van Baarle gaat. Dus dat kan voordelen hebben. Ook dat laat ik aan de specialisten van Agentschap Wegen en Verkeer over om dat te beoordelen. Goed. Een van de punten of een van de uitdagingen natuurlijk is dat er eigenlijk, wanneer dat je zo'n complex of een alternatief moet bedenken op het complex, is dat eigenlijk niet duidelijk is wat de gevraagde capaciteit is van Agentschap Wegen en Verkeer. En dus vandaar dat we nog twee alternatieven hebben, maar dat is in functie van, wat zijn de doelstellingen die AWV naar voren wil schuiven? En dat kunnen wij niet beoordelen. Dus ik ga niet zeggen van, dat is hier nu de beste oplossing of dat is de oplossing waar we voor gaan. Dat gaan we in functie van de capaciteit overlaten aan Agentschap Wegen en Verkeer. Maar dit is een oplossing dan met twee rotondes, die dan natuurlijk geen verkeerslichten meer hebben en op die zin misschien een vlotter verkeer, een vlottere afhandeling van verkeer moeten mogelijk maken. En dan hebben we eigenlijk ook nagedacht naar een oplossing die eigenlijk qua capaciteit maximaal is op de centrale locatie. Moet dat dit complex worden? Opnieuw, dat hangt af van wat de gevraagde capaciteit moet worden. Maar dit is wel een interessante gedachteoefening, waarbij dat eigenlijk er gebruik gemaakt wordt van een vlecht. En een vlecht heeft dat voordeel, is dat er eigenlijk minder kruisende verkeersstromen zijn, en zodat je dat eigenlijk met minder verkeerslichten kan regelen. Het voordeel van het regelen van de complex met verkeerslichten is dat je ook de verkeersstromen een stuk kunt sturen. En eigenlijk wanneer dat er ergens fileopbouw zou zijn, dan kun je eigenlijk een stukje gaan bijsturen. En we zien hier wel wat een spaghetti van verkeer, maar uiteindelijk valt dat wel best goed mee. En ook hier kan er misschien nog nagedacht worden aan het versmallen van sommige wegen. Maar wat we hier willen aantonen hebben, is dat eigenlijk ook voor een grotere capaciteit een centraal complex mogelijk is. En om misschien een beetje een idee te krijgen van hoe dat zou kunnen werken, kunnen we, als het goed is, hier eventjes naar kijken. Dus ik hoop dat dat enigszins doorkomt. Maar op die manier hebben we proberen aantonen dat het ook fysisch mogelijk is. Opnieuw, dit is maar een eenvoudig modelletje. De geluidsschermen en dergelijke moeten natuurlijk nog aangebracht worden. De bedoeling van dit complex is om eigenlijk te voldoen aan de vele randvoorwaarden die in het dossier zijn opgelegd.
En wij hebben ons daar 100% aan gehouden. Het ontwerp van dit complex voldoet eigenlijk ook al aan de voorschriften voor snelweginfrastructuur van agentschap Wegen en Verkeer. Voilà, zie. Conclusie. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Dat laat ik aan de mensen over, de volgende voordelen. Maar eventjes hier nog een samenvattende slide. We weten dat we aparte westelijke ontsluiting van de industriezone hebben. Dat we inzetten op een serieuze buffering, zowel ten noorden als ten zuiden van de snelweg, met de Green Walls. Dat we zeggen van oké, we gaan natuur- en overstromingsgebied realiseren op de huidige dienstenzone, want die verhuist mee. Dus trouwens, belangrijk dat die kan verhuizen, want op de huidige locatie kan ze niet klaargemaakt worden voor de toekomst. Elektrische aansluiting zeer beperkt. In de industriezone is er eigenlijk wel mogelijkheid om een fast charging station te maken, want daar is hoogspanningsnet aanwezig. En goed, wat we ook zien, is dat we natuurlijk ook een groene bescherming kunnen doen van een compact centraal complex. Ook de bruggen blijven bestaan. Dus uiteindelijk, dit is eigenlijk de oplossing waar wij voor staan. En dan natuurlijk gaan we nog randvoorwaarden creëren om een betere verkeerskanalisatie, snelheidsremming en dergelijke te hebben doorheen de verschillende woongebieden van Baarle en omgeving. Alle voordelen op een rijtje, ik ga ze niet meer lezen, dat heb ik al allemaal eerder aan bod laten komen. Zo, dat was de uiteenzetting. Oké, bedankt. Ik heb intussen de reacties gelezen. Misschien kort een aantal eruit. Er worden vragen gesteld bij de geluidsafscherming richting Baarle. Ja, de brughellingen. Er is gesproken over bomen. Ja, dan is er een discussie bomen schermen. Ik denk dat we die nu niet moeten voeren. Maar het is een combinatie van bomen en schermen. Hè? Belangrijk is dat er vragen zijn van die geluidsafscherming richting Baarle. Ook Raapstraat, er wordt gezegd dat is een bewoonde straat, een woonstraat. Daar liefst geen bijkomend verkeer. Baarle-Kouter is een trage weg, dus daar worden wel wat vragen bij gesteld. Ja, wel goed. De aanpassing van Baarle-Kouter. Ik heb wel een heel belangrijke voorwaarde gesteld. Hè. Die is voor Baarle-Kouter te gebruiken is als de Kloosterstraatbrug geen doorgaand verkeer meer zal mogelijk zijn, enkel nog fietsverkeer. Dat betekent dat er dan eigenlijk verkeer zeer, zeer lokaal zal zijn. En dan is dat een oplossing. Dat hoeft niet, maar het is een mogelijke oplossing om het te doen. En dat is voor heel erg beperkte verkeersvolumes. Inderdaad. En is dat ideaal? Dat weet ik niet. Hè. Dat is een afweging die het maar moet maken. Over de westelijke ontsluiting van de industriezone mm-hmm. zijn ook een paar reacties. Sommige mensen zeggen dat zou mooi zijn voor Baarle. Iemand zegt, gaat dit geen vrijgeleide zijn voor een groei van het industrieterrein? Opnieuw, ik ga een vrijgeleide, ik weet niet, ik bedoel, de vrijgeleide, dat zal aan de planningsoverheid zijn om te beslissen. Ik bedoel, ik stel enkel vast dat er momenteel een vrijgeleide wordt gegeven om de groei van de industriezone te realiseren richting het dorpscentrum van Baarle. Ik denk dat daar grenzen eerlijk aan zijn. En wat mij betreft, als er dan een groei nodig is, zou ik dat eerder aanraden richting te westen en langs geen de snelweg, dan richting Baarle-Dorp. Ja, en misschien nog een concrete vraag die er was. Misschien is ze gekomen van voor de toelichting, maar toch, hoe zien jullie de kruising van de fietsers van Drongen via de watersportbaan en vrachtwagens van Deinse Steenweg richting Zelzaten, droogte van de Paddelstraat? Ja, luistert, wij als Leefbaar Baarle gaan ons niet uitspreken over fietsroutes aan de R4 en richting Drongen. Ik laat dat aan de specialisten van Leefbaar Drongen. Wij staan voor de belangen en voor de visie van de mensen die een Leefbaar Baarle willen. En wij denken als kleine gemeenschap binnen Gent
hebben wij goed recht op een eigen mening. Trouwens, de mensen van Baarle zijn ook degene die het grootst zullen geïmpacteerd worden door de beslissingen die genomen worden op gebied van de ontsluiting van de snelweg. Ja. Bij het filmpje waren er veel commentaren. Mooi gemaakt. Sommige mensen zeggen wel, is dit nog wel op maat van een landelijke gemeente? Wel, zoals ik al zei, die maat, dat is een heel groot onbekende in dit dossier. En wat we gedaan hebben, is eigenlijk de grootst mogelijke capaciteit willen gaan weergeven hebben. En wij pleiten voor een kleinere capaciteit. En we hebben dus eerst wel de meest compacte voorstel naar voren geschoven. Hè. De grootte is eigenlijk hebben we gemaakt om te kijken van hoe ver kan je drijven als het nodig is. Hè. Ja. Ja. En dus de keuze uit die capaciteit zal door Agentschap Wegen en Verkeer moeten gedaan worden. Want ik heb gemerkt dat op basis van technische haalbaarheid en capaciteit in het verleden heel wat alternatieven zijn weggeschreven als onhaalbaar en onredelijk. En dus we willen dit keer dat vermijden. En dus we zullen zien wat de beslissing van de specialisten is daar. Ja, misschien, ik heb gezien dat er een aantal opmerkingen zijn rond model split. Dus mensen die zeggen, ja, we zien niet in het plan dat nu is voorgesteld, maar in de startnota, we zien eigenlijk niet echt dat dat leidt naar model split. Ik zie ook dat mensen zeggen, aansluitend bij het voorstel nu, er is geen, of wij zien geen draagvlak voor een invulling van die restruimtes. Ik wil gewoon zeggen, dat zijn punten, de mensen die het hier nu in de chat schrijven, dat zijn punten die u best ook meegeeft via de inspraakreacties. Ja. Zoals ik al zei, voor de model split, voor de fietsroute, sluiten wij ons aan bij de analyse en de oplossingen van Agentschap Wegen en Verkeer. Ja, het was Dus dat is daar een reserve. Ja. Het was een reactie op de startnota, die opmerkingen die direct op uw voorstel. Ja, bedankt. Graag gedaan. Dan gaan we kijken naar Steven van Nimmen voor het laatste voorstel. Steven van Nimmen, ik weet niet. Ja, wacht, ik was al mijn presentatie aan het zoeken. Ik ga direct ook... ik ga eerst eens naar beneden moeten gaan nog. Ik ga het ook direct sharen. Ik hoop dat u mijn scherm ziet. Ja. Ik ga nog de cursus proberen. Proberen aanpassen, of dat lukt. Ja, oké. Ik heb hier een voorstel uitgewerkt dat eigenlijk een SPIT-T-verkeerswisselaar is. U ziet dat boven eigenlijk op het scherm. Dat is de wisselaar eigenlijk die gerealiseerd is in Jabeke, als men dat zich voorstelt. Maar natuurlijk, dit hier is een heel groot complex als u het SPIT... Dat wil zeggen, als u het dus opsplit in twee T's, hè, dan krijgt u eigenlijk een soort pi. Dan is dat heel, heel draaglijk als ontwerp. Ik ga u stap voor stap daardoor gaan. Eerst met een algemene inleiding en dan heel in detail. Goed, ik wil kort een geschiedenis doen. Boven hier ziet u een kaart van 1969. Hier beneden ziet u een kaart van 1989. 20 jaar verschil. Links ziet u alles wat er gerealiseerd is. Ik ga je gewoon maar eens zeggen... Op 20 jaar tijd heeft men eigenlijk hier, herkent men Drongen en Baarle niet meer. Dus men heeft hier de ringvaart gegraven, een R4 gelegd, men heeft hier een omsluitenweg rond Drongen gedaan, twee vaksbaan, men heeft hier een dienstenzone aangelegd, men heeft hier de op- en afrit verlegd, men heeft een MP-center gebouwd en zo meer en zo meer. En eigenlijk is de grote vraag nu, gaan wij binnen 20 jaar ook nog onze leefomgeving herkennen of niet, of staan we hier eigenlijk voor zo'n grote schok? En zal men misschien binnen 20 jaar zeggen, hoe is het eigenlijk allemaal mogelijk geweest? Ik wil een aantal punten nog benadrukken. Het ene is zo, men heeft momenteel beslist in 2012 de R4 uit te bouwen als de buitenring van Gent. En momenteel loopt een project van 21 tot 2027 om de R4, die als buitenring... nu zelf om te bouwen tot primaire wegen. Ja. Dit is een heel belangrijk punt.
En dat moeten wij toch in rekening brengen hier bij deze ganse, laten we zeggen, ontwerp van het afrit nummer 13. Dus u kan dat zeker zelf nog eens na checken wat er allemaal juist gebeurt. Nu, wat hebben wij als ontwerpfilosofie gedaan? Ik heb een mooie foto van de jaren 50 waar er toen al file was. Eigenlijk als aangenomen en ik heb eigenlijk vanuit de bottleneck die er zijn gekeken om een ontwerp te maken. Ik heb 5 bottlenecks geïdentificeerd. De ene was de E40, de tweede N466, het centrum, de dienstenzone, de industriezone. En ik heb je telkens aangegeven wat juist is. Dus bij de E40 heeft men eigenlijk dat Baarle-centrum ligt volledig ten zuiden van de snelweg. Bij de N466 heeft men eigenlijk een flessenhals ter hoogte van de Raapstraat en Keuze, die noordelijk gelegen zijn van de E40. In het centrum heeft men de doortocht. De dienstenzone ligt in natuurgebied met op- en afritten. De industriezone heeft geen rechtstreekse aansluiting. Dat is het ene principe. En dat moet als doel de hinder te beperken. Het tweede principe is niet NIMBY, not in my backyard, maar eigenlijk een NIOBY, not in our backyard. In die zin, men is altijd geïnteresseerd in wat de impact is voor het eigen, laten we zeggen, woning, verkeer of meer. En ik heb 2 zaken meegenomen. Eigenlijk, als men een hoofdweg heeft, een E40, dan moet men eigenlijk 100 meter een zone van erfdienstbaarheid hebben. Dat wil zeggen, daar mag geen woning staan, daar mag niks staan. De N460 is een primaire weg. Daar is het 30 meter vanuit de as van de lijn. Dus met die 2 zaken heb ik ook rekening gehouden. En dan als 3e ontwerpprincipe, men moet eigenlijk een intrinsiek goed ontwerp hebben. Dat wil zeggen, het moet eigenlijk ook goed zijn zonder milderende maatregelen. Het moet eigenlijk zodanig zijn dat de effecten minimaal zijn. Uiteindelijk, men moet een simpel complex ontwerpen. Ik heb hier nog eens proberen de huidige situatie voor te stellen. Ik ga de zwarte niet voorlezen. Dat is eigenlijk wat hier op staat in het zwart, ziet men ook in het gewestplan. U ziet hier in het groen natuurgebied, in het geel landbouwgebied, in het rood woongebied, in het rood gearceerd woongebied met landelijk karakter. En hier dan industriezone. Dus u ziet hier ook dan de verschillende bottlenecken waar ik zo even over gesproken heb. Wat heel belangrijk is, dat men hier ook een aantal belangrijke punten ziet. Men heeft hier 2 tankstations. Hier heeft men een hotel. Hier is er ook nog een kantoorruimte. En hier is de industriezone. Dat is eigenlijk wat men hier ziet. En wat ziet men hier ook nog op? Dat is heel belangrijk. Het complex, het huidige complex, is eigenlijk gekneld tussen smalle bruggen. De ene brug is de Ernest Solvijnsbrug, die hier de afrit beperkt. De centrale brug beperkt de oprit. Hier heeft men bij de afrit van Oostende komende is de Kloosterstraatbrug de beperking. Bij het oprijden is het weer de Ernest Solvijnsbrug die de beperking geeft. En dan, hier geeft men geen pechstroken, hier geeft men geen pechstroken, daar geeft men geen pechstroken. Dus alles, ook de omgeving, is eigenlijk bepaald door die te smalle bruggen. Dus dat moet ook opgelost worden. Eerste punt is het verkeerssysteem. Ik ga jullie stap voor stap bovenlokaal, lokaal industrie en fietsers en voetgangers voorstellen. En hier ziet u het plangebied. Dit plangebied is kleiner dan het plangebied dat eigenlijk in de alternatieve nota werd voorgesteld. En daar wil ik dan later ook nog terugkomen, maar ik hoop dat iedereen dit visueel toch probeert te onthouden. Wat is het huidige complex? Het huidige complex is eigenlijk heeft een noordknooppunt met een onvolledige turbo T. Dat is eigenlijk het kruispunt met lichten ter hoogte van Kartamundi, zeg maar. Dan heeft men een zuidknooppunt dat eigenlijk via een lokale weg omheen het MP-center gaat. En de afstand tussen deze 2 knooppunten is 600 meter. Wat is ook nog nadelig?
dat het noord- en het zuidknooppunt eigenlijk verschoven zijn ten opzichte van elkaar. Dat is slecht, omdat men daardoor eigenlijk een zeer onduidelijke situatie heeft van op de E40 van het verkeer dat op en af gaat. Wat is het voorgestelde complex? Het piekcomplex, zoals ik dat genoemd heb. Men creëert daar een westelijk knooppunt met een turbo-T. Geen onvolledig turbo-T, maar een turbo-T. Kruispunt, een oostelijk knooppunt met een turborotonde. De afstand tussen deze beide knopen is ook 600 meter. En men heeft per knooppunt een symmetrisch op- en afritten systeem van op de E40 gezien. En dit punt is heel belangrijk. Het voorgesteld piekcomplex realiseert minder verkeer ten opzichte van de woonwijken van Baarle. En dat moet u eigenlijk altijd in gedachten nemen, omdat dit ontwerp ervoor zorgt dat daardoor alle bijkomende problemen die eigenlijk door de jaren gegroeid zijn, ook kunnen opgelost worden. Goed. Zoals gezegd, eerst het bovenlokale. Ik ga het proberen stap voor stap uit te leggen, telkens van links naar rechts. Als men van Oostende komt, dan kan men hier afrijden. Men heeft dan een ventweg naar Deinze en men heeft een brug naar Gent. Als men oprijdt, dan rijdt men op eigenlijk langs de, ja, niet langs deze verbinding, hè, maar die wordt gelegd achter de brug. Aan de andere kant wordt het westelijk knooppunt gelegd net voorbij de dienstenzone, maar, laten we zeggen, grotendeels op de dienstenzone. Dus deze oprit in de dorpskern vervalt en deze afrit in de dorpskern vervalt. Nu met wat uitleg erbij, zodanig dat het duidelijk is. Dus, zoals gezegd, men heeft hier een westelijk een bypass voor het verkeer dat van Oostende komt, dat naar Deinze moet. En dat moet zodanig aangelegd worden dat men hier eigenlijk enkel naar Deinze kan en niet wat momenteel het geval is, hier de weg hier neemt en sluipverkeer heeft langs de Brouwerijstraat. Men moet ook een aparte brug realiseren, hier, als men vanuit Oostende komt, om over de E40 te komen, zodanig dat men hier geen menging heeft met het lokale verkeer. Plus daarbij ook krijgt men een soort buffer. Dus nu komt men eigenlijk vanuit Oostende en men komt hier rechtstreeks op de N466 terecht. Nu geeft men eigenlijk een buffer die leidt tot dit knooppunt. Dit kan allemaal gerealiseerd worden op het bestaande talud, maar ik zal daar ook nog op terugkomen. Zoals gezegd, heeft men hier door het verdwijnen van op- en afritten geen op- en afrit meer ter hoogte van de woonwijken. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk deze ruimte beschikbaar wordt voor oplossingen, zowel in Baarle Centrum als hier in de wijkkeuze. Dus de op- en afrit hier vervalt en hier ook die op- en afrit vervalt ook. Die is ook twee vakspaan, hier is dat één vakspaan. Aan de oostelijk, de T-Oost, die dus het complex van Brussel bedient. Als men van Brussel komt, dan kan men hier afrijden. Dat moet natuurlijk hier gecombineerd worden met de Goedingenbrug. Wat wil dat zeggen? De Goedingenbrug die ligt iets hoger. En die afrit moet men niet tot beneden rijden, maar we moeten toch een klein beetje waarschijnlijk op hoogte blijven, omdat net, laten we zeggen, de daling en de stijging die leiden tot geluidshinder en die leiden ook tot eigenlijk geluid, dus het optrekken, vervuiling, laten we zeggen luchtvervuiling. Men moet niet op volledige hoogte blijven, op een lage hoogte blijven, zodanig dat hieronder het overstromingsgebied kan gevrijwaard blijven. Ik kom daar ook nog op terug. Dus men rijdt hier af en men heeft hier een gele buffer tot en met de N466. Als men van Gent komt of van Deinze komt, dan rijdt men hier op. Men rijdt dan hier met een eenvoudige brug over de E40
En men kan hier dan op de E40 rijden. Deze oprit is tweemaal gecombineerd, op- en afrit is gecombineerd met een op- en afrit van de dienstenzone. Goed, ik ga het even laten hangen. Maar nu ga ik dan de lokale wegen erbij zetten. Die zijn in het groen getekend. En ook de industrie. Ik ga beginnen met de industrie. De industrie die heb ik hier genomen, zoals nu voorgesteld, op de noordkant. Men heeft hier een aparte en rechtstreeks aansluiting. Die ligt buiten de dorpskern. En men heeft hier, ik ga dat proberen te tonen, men heeft hier een lus gerealiseerd die eenrichtingsverkeer is. Als men komt vanuit, als men komt vanuit de industriezone, dan kan men hier onder de brug rijden, de brugtalut rijden, en kan men zo hier eenrichtingsstraat hier aansluiten bij de Groeneweg. Als men vanuit Gent komt, dan heeft men hier een ventweg voor de lokale bedrijvigheid, maar die sluit weer aan op de N466, zodanig dat eigenlijk hier geen vrachtwagens moeten rijden die niet nodig zijn. Dat is enkel maar voor de lokale ontsluiting van bijvoorbeeld de bedrijven die hier zijn, de winkel die daar is, de frituur. Je heeft hier ook nog een andere met de kranen daar, Daneels en zo meer, die hierop kunnen ontsloten worden. Voor het vrachtverkeer is het eigenlijk de bedoeling dat men hier dan afrijdt ongeveer de hoogte van de huidige afrit van de Barenveldestraat, maar dat wordt eenrichtingsstraat voorbij het hotel, zo hierop aansluitend. Moet men weer terug, dan rijdt men hier rond, zo, voilà. Kan men zo mooi rondrijden en anders komt men hier op deze ontsluitingsweg. Voor het lokale verkeer, daar zal ik beginnen vanuit Deinze. Als men vanuit Deinze komt, moet hier een nieuw kruispunt gemaakt worden. Dat is een T-kruispunt. Het wegdek moet hier met passende manier aangeduid worden dat het eigenlijk zone 30 is, zoals men bijvoorbeeld in Drongen Centrum gedaan heeft. Men rijdt dan hier op een aparte lokale brug voor het lokale verkeer. Deze is eigenlijk gecombineerd met de Oranjebrug. Maar er wel van gescheiden. Men kan dat hier dan op de bestaande talud allemaal afleggen. En men kan hier dan met een klein bochtje, eigenlijk waar dan nu de autostrade hier aansluit, sluit men eigenlijk hier aan op een turbo-T. Dat turbo-T kruispunt is er eigenlijk nu momenteel ook. Alleen moet het vervolledigd worden tot een... Nu is het onvolledig, men moet het volledig maken. Dan heeft men verder ook nog de lokale wegen die hierop aansluiten met de lichtenregeling. Dat is dus, blijft ook behouden. Deze lokale brug hier heeft ook één groot voordeel. Deze wordt enkel nog gebruikt voor lokaal verkeer, waardoor dat eigenlijk de file die momenteel nu in de dorpskern staat, file vanuit Deinze komende, die zal dan hier staan. Die zal niet meer in de dorpskern staan. Ik laat even nog hangen, om dan nu het volgende erbij te doen. Dat is de fietsers en voetgangers. Die zijn in het rood aangegeven. Heel belangrijk, deze brug over de E40 wordt voor zowel voor het oranje als het groen eigenlijk gerealiseerd zonder fietspaden. Dat wil zeggen dat eigenlijk daardoor het bestaande talud ook kan gebruikt worden en dat hier ook de verkeersafwikkeling heel conflictvrij kan gebeuren. Hier in het midden, in deze restruimte, kan men eigenlijk een dorpsparking maken, die ook kan gebruikt worden voor carpool. Die zou dan op deze Oranjeweg moeten kunnen bediend worden. Hier kan men bijvoorbeeld een aansluiting voorzien. Als men komt met de fiets vanuit Gent, dan zou men hier op het bestaand fietspad rijden en dan hier op deze Wendweg, die zou ik eigenlijk zelf realiseren als een soort fietsstraat, waar men dus eigenlijk voorrang geeft aan de fietsers, met ook verkeersremmers vooraan. Hier kan men langs mooi langs fietsen, men kan hier zelf rondfietsen. En dan zou men hier aan het hotel komen. En dan zou er eigenlijk een soort, als men dat hier gepast kiest, eigenlijk gewoon ook doorheen het talud, kan men dan
eigenlijk hier komen onder deze beide wegen op deze dorpsparking, die, of carpoolparking. Men kan daar fiets parkeren of men kan doorrijden hier, een fietstunnel hier, zo in de dorpskern komen in een lokale straat en zo verder hier dan het lokaal verkeer verder volgen. Dus hier volledig los van alle verkeer van zowel de N466 als verkeer dat naar de autostrade moet. Aan de andere zijde, aan de zuidzijde, is het zo dat het fietspad dat hier is, ik zou dat volledig weglaten. Waarom? Eigenlijk heeft men hier gewoon twee tankstations en bijna geen bewoning. En ik zou dat fietspad zo realiseren dat men hier eigenlijk afrijdt. Hier onder de Ernest Salvijnsbrug, langs de E40. Want men heeft daar eigenlijk nu ruimte gecreëerd doordat die op- en afrit weg is. Dus hier langs, men kan hier ook de Dentse Steenweg, dat is dat klein straatje, aansluiten. En hier dan heel langs met een tunnel, ondertunneling. Onder de E40 naar boven komen. Hoe wordt dat hier gerealiseerd als men zich dat afvraagt? Men heeft bijvoorbeeld zo een mooie tunnel gemaakt onder de spoorweg van de Indrongen. Ter hoogte van de... hoe noemt dat daar nu weer? Als men niet... De station heeft een beetje verderop. De naam ontglipt mij nu. Maar er heeft daar men heeft hier zo'n mooie tunnel dat men daar die 4% eigenlijk... perfect kan realiseren, zo met een tunnelke zelf desnoods hier. Dat is perfect mogelijk. Voor de lokale verkeer heeft men verder ook nog hier de Ernest Salvijnsbrug. Omwille van de pechstroken die ik hier aangeduid heb in het wit, moet men hier dan een aparte of een nieuwe talud leggen, die als geluidsberm opwerkt, rechtstreeks op de Brouwerijstraat, dat is perfect te realiseren. En daardoor kan we ook nog het verder de ontsluitingen realiseren, eigenlijk op dezelfde wijze als dat momenteel is. Men kan zelf eraan denken om de Ernest Salvijnsbrug smal te houden als een soort verkeersremmer. Anderzijds kan men hier ook het begin van de straat als fietsstraat aanduiden, om heel duidelijk aan te geven aan de mensen, dit is hier lokaal verkeer en geen sluipverkeer. De fietsweg ook, die route kan hier verderop aansluiten, hier op het netwerk. Of hier, langs de andere kant, hier op het recreatieve netwerk, allemaal naar de Goedingenbrug, waar men ook nog onder kan. Dit is het volledig plaatje. Ik heb geen visualisatie gemaakt, maar ik heb een beetje in Google 3D-views gemaakt. U ziet hier hoe dat gerealiseerd is. U ziet heel duidelijk... De oranje weg komt hierop. Hier kan men mooi langsrijden. Men kan dat hier allemaal mooi bufferen. Men heeft hier ruimte om te bufferen. Men heeft hier ruimte om te bufferen. Men kan hier op die brug, die is, laten we zeggen, dat is hier nu een brug van 3 baanvakken met 2 fietspaden en een voetpad. Dat is normaal gezien voldoende om hier 2 baanvakken plus 1 baanvak te leggen. Dat is zeker voldoende breed. Hier dan ook de industriebaan met de lus. Hier ziet u dan ook heel duidelijk dat men zo kan aansluiten, hier de fietsverbinding. Men kan zich een beetje inbeelden, dat is allemaal realiseerbaar op de bestaande wegen is en laat toe om ook de conflicten weg te laten. Ik heb hier ook nog dat kleine straatje, hier de Welvaartstraat, aangeduid. Deze straat kan misschien ook gebruikt worden als ontsluitingsweg voor de Moor. Dat is allemaal te onderzoeken, laten we zo zeggen. Dat is het T-Oost. Het T-West. Ik ga beginnen hier met de aansluiting op de E40. Dit kan eigenlijk ook heel makkelijk gerealiseerd worden op de bestaande dienstenzone. Met behoud van de parking. Dat is een eenvoudige brug. Dat is eigenlijk 1 baanvak met een pechstrook. Hier komt men daarop. Men kan hier... op de dienstenzone die, zoals al aangegeven is, niet overstroomt. Men kan daar dat eigenlijk realiseren. Daar heeft men een stukje grasperk momenteel. Men kan dat perfect realiseren op de dienstenzone. Hier bijvoorbeeld zal men wat pijlers nodig hebben. Hier misschien met een talud. Hier kan men dan, dat zijn een paar boompjes, doorbreken.
En dan zijn er een aantal mogelijkheden, maar ik kom daar nog op terug. Men kan hier bijvoorbeeld verder gaan met wat pijlers, want hier is het hoger gelegen, hier niet. Waardoor dat eigenlijk het overstromingsgebied behouden kan blijven. En men eigenlijk de kwetsbare gebieden omzeilt, want hier heeft men verboden te wijzigen vegetatie. In deze zone. Hier heeft men ook natuurgebied die zeer waardevol is. Hier heeft men weiland. Hier iets minder waardevol gebied. Dus dat wil zeggen, dat is een mogelijkheid. En men kan hier dan de weg verder uitbouwen als een soort koterweg. De hoogte van Verbeken. Hier heeft men archeologisch gebied. Hier heeft men landbouw. Men krijgt de twee stukken. En wat heel belangrijk is, en dat wil ik toch ook aanduiden. Hier heeft men een hoeve. Hier heeft men een hoeve. Hier heeft men een hoeve. Dit zijn onze... Hier heeft men ook een hoeve en een arbeiderswoning. Dit zijn allemaal historisch erfgoed van de Baarleese hoeve. En deze worden eigenlijk behouden. En men heeft hier een grote afstand tot deze bewoning. Dus ook deze ontsluitingsmanier zorgt ervoor dat eigenlijk er geen mensen betroffen zijn. In het groen is aangeduid wat natuurgebied is. Ja, dat is allemaal natuurgebied. Goed, de technische haalbaarheid, dat zijn hier de puntjes. Ik ga er de plug doorvliegen. En hier ziet u eigenlijk het ontwerp, het plangebied uit de alternatieve nota. Dus daar zou dat perfect in kunnen gerealiseerd worden, wat ik hier nu juist aangegeven heb. T-West. Zijn deze beide bruggen realiseerbaar? Ik heb heel eenvoudig, want ik weet dat daar het AWV soms een beetje te ruime bochten tekent. Ik heb gewoon de Kloosterstraatbrug genomen van Google. Ik heb die hier gewoon opgelegd. En men ziet hier, dat is perfect mogelijk. Ik heb dan nog de Wellingstraatbrug in Beernem erop gelegd. Dus dat hier ziet een stukje oude strade. Men kan dat hier perfect realiseren. Desnoods moet men die brug hier, zoals je hier ziet, een klein beetje schuiner leggen. Maar je ziet, die heeft zelf nog ruimte over om dat te realiseren. Dus de technische haalbaarheid van deze gecombineerde brug is mijn zinziens daardoor helemaal bewezen. De aansluitweg op het T-Oost. Ik heb het al aangehaald, maar ik ga het toch nog eens doorgeven. Dit is eigenlijk het hekelpunt, want ik ben ook zeer actief in de leefbare Baarle. En men heeft twee mogelijkheden. Dus de ene mogelijkheid was inderdaad de doorstroming te verbeteren om de druk daardoor te verminderen. Men heeft de auto's die toekomen, als men ze snel wegkrijgt, dan heeft men ook minder overlast. Dat is een van de voorstellen dus, dat men heeft met dus, dat, die vlecht of die DDI. Het andere is natuurlijk dat men ervoor zorgt dat men een minder druk legt, dat we zeggen, op de verschillende knooppunten. Nu, die aansluitweg T-Oost die ligt niet in het waardevol gebied. Men behoudt Baarleese hoeves, men heeft geen versnippering van de kouter, maar wel een opdeling in twee waardevolle landbouwgebieden nog altijd. Men kan dat realiseren in de dienstenzone of de dienstweg. Ik heb daar nog een aantal alternatieven hierachter volgend. Het is ook compacter dan het oostelijk complex, want men heeft een minder grote en brede brug. Hij komt niet ook in woongebied, zoals Wim heel duidelijk aangegeven heeft. Er zijn ook minder weefzones of rijbanen op de E40. Men heeft daar momenteel bij de huidige complex, zoiets alle stijl in Aalter, 3 baanvakken, 2 baanvakken, een pechstrook. Dat is in woongebied daar heel moeilijk te realiseren en zal sowieso druk in het centrum van Baarle realiseren. Ook aangegeven, het is grotendeels in dienstenzone gelegen. Kwetsbare gebieden, die kan men uitvoeren. Men kan daar wel een oplossing vinden. Ik wil ook eens nog op werken. Men heeft eigenlijk hier ook voor de realisatie van het complex hier. Dus dat is hier de Ernest Sovijnsdreef. Men heeft hier in dat bos, in dit overstremingsgebied, die dienstenzone kunnen realiseren. Dus ik denk dat men nu dat één wegje er toch ook nog bij kan pakken, als dat absoluut nodig is. Want het Oostcomplex daarentegen, dat is toch meer dan een brug te ver. Alternatieven. Ik zal er hier een aantal geven. Dit hier is het alternatief dat men heeft vanuit het traject van het oostelijke complexnota. Ik wil hier gewoon naar opmerken, daar heeft men, soms zegt men, ja, die aansluitweg is te lang. Wel, deze weg
is even lang als deze weg. Deze weg. Dus dat is geen alternatief, geen geldig argument. Ten tweede, ik heb hier een traject aangeduid die gaat over de dienstweg. Die dienstweg die kan perfect omgevormd worden tot een tracé voor deze ontsluiting. Die dienstweg is niet nodig, die wordt niet gebruikt, die is niet nodig, die kan perfect als een aansluitingsweg. Dan moet men hier gewoon oversteken en hier een klein beetje ook oversteken. Dat is ook een mogelijkheid. Ik heb nu hier die mogelijkheid ook aangeduid. Ik vind die wel minder. Waarom? Omdat men hier toch invloed heeft, één, op de noordelijke Keuzemeersen, op de woning hier. Het is veel beter om dat dichter hier bij de dienstzone te leggen en de buffering hier van de bomen heeft. En dan bijvoorbeeld misschien hier afslaat. Dat is allemaal onderzoek, maar ik heb begrepen dat ook het Oostcomplex nog heel veel onderzoek heeft. En de MER-studie zal daar ook een vette kluif aan hebben. Goed. Klein detailviewtje. Ik ga dit hier nu stap voor stap even doorgaan. De punten oplijsten per bottleneck. Steven, ik ga u vragen om er toch iets sneller door te gaan. Ik ga dat heel snel doen. Ik ga juist nog de punten aangeven. Ja. Dus, u ziet hier de punten die nieuw zijn, zal ik nog eens geven. Men zou bijvoorbeeld hier, aangezien dat die ruimte vrijkomt, een weg kunnen realiseren in het geheel aangeduid, die ook aansluit op de Ernest Solvijns, waardoor dat eigenlijk hier deze aansluitingen ook wegvallen. Waardoor men hier de N466 kan realiseren als ja, zonder erfaansluitingen. En met vermindering van aansluitingen, maar toch voor de bewoners eenzelfde behoud. En de tankstations die kunnen dan ook bereikbaar zijn. Hier heb ik nog eens aangeduid de carpoolparking, zoals gezegd de LUS. Ja. En deze parking kan ook het parkeerprobleem in de NP-center oplossen. Men kan hier vanuit Gent perfect parkeren, de tunnel nemen en zo naar het NP-center gaan. Hier wil ik nog bij deze gecombineerde brug nogal aanduiden hoe men hier vermijden kan dat er sluipverkeer is. Dus als deze afrit hier, u heeft hier geen fietspaden, men moet dat een beetje doortrekken hier in het geel aangeduid, zodat men, als men hier afrijdt, dat men met deze moet rijden, dat men hier niet kan oversteken. En dus men moet hier maar een beetje een talud zetten in het midden, dat men hier gewoon niet meer in kan rijden. En dan is dat eigenlijk ook perfect opgelost. Dan is het sluipverkeer daar weg. Zoals ook aangegeven, aangezien er geen op- en afritten meer zijn ter hoogte van het centrum, kan men hier de bottleneck wegwerken, de versmalling. Men kan hier ook die route maken, zoals daar aangegeven, en ook de brouwerijstraat, die wordt dan mogelijk om een soort verbindingsweg te geven, lokaal, los van de N466 voor de woonwijken, en dat is ongeveer 50% van Baarle, die hierop aansluit. Maar men rijdt dan niet door de woonwijk, maar men rijdt hier op, laten we zeggen, de randweg hier, de Brouwerijstraat, om zo daar uit te komen. Ik wil ook nog hier de fietsenstunnels ook nog een keer mooi aangeven, die perfect voor de fietser een mooie aansluiting geven met de dorpscan. Ernest Solvijnsbrug heb ik ook al aangehaald. Deze brug is essentieel voor de lokale ontsluiting van 50% van Baarle. Die kan onmogelijk over Centrale Brug, want daar wordt dan een verkeersinfact. Die aansluitingen, zoals u hier ook kan lezen, is allemaal daar aangegeven. Wat er nog niet gezegd is, is zo dat ook deze weg, deze brug, Ernest Solvijnsbrug en deze weg noodzakelijk zijn voor een nooduitsluitingsweg. Als, laten we zeggen, een ongeluk is op de Centrale Brug, als er in de dienstenzone een brand is, dan moeten we, wij zien hier heel veel ambulances voorbij rijden. Dat is nog altijd nodig. Dat is op de autostrade, dat is de weg die de ambulances volgen om op de autostrade te rijden als er een file of een probleem is op de op- en afrit. Verder onderzoek. Puntje 1. In het oostencomplex zegt men dat de
Ernest Sovijnsbrug niet nodig is. In beide voorstellen zegt men dat de Kloosterstraatbrug niet meer nodig is voor lokaal verkeer. Daar is geen enkele studie voor die dit staaft. Dit moet onderzocht worden. Dat is heel duidelijk. Punt 2. Men realiseert momenteel voor de industriezone een brug. Het moet zodanig zijn dat we daar weer niet gekneld zitten met die brug. Die brug moet zodanig ontworpen zijn dat men eigenlijk een afrit kan realiseren aan T-West of een centraal complex kan realiseren, ook als die brug daar staat. Punt 3. Men heeft een project opgestart om de R4 West en Oost primaire wegen te maken. Maar hier stopt het plotseling. Ja, het stopt. Hoort u mij nog? Ja. We horen nu momenten wel en momenten niet. Ja, dat is goed. Dus men heeft hier de primaire wegen, R4 primair gemaakt, maar het stopt hier plotseling. Men heeft nood aan een ontwerp voor de R4 Zuid. Ik kom daar op in die zin. Men heeft bijvoorbeeld in de startnota het Brownfield-convenant en ook de B402, de Pigoulaan, niet meegenomen. Dat is de site aan Bostoen en de Loep. Dit is echt ontoelaatbaar. Ik zal je zelf zeggen, in de strategische MER, het oude MER, het strategische MER, heeft men zelf heel duidelijk aangetoond dat in het complex, ongeacht van de locatie, dat er een verhoging zal zijn van de verkeersbelasting in Baarle. Een verhoging in de kern van Baarle. En een vermindering van verkeer in de Pigoulaan. Dus er is duidelijk een verschuiving naar Drongen. En het is absoluut noodzakelijk om daardoor een verkeersoriënterend complex te realiseren op de N466 en de R4. En dat dus het verkeer op de Sittebostoen op de R4 houdt. Men kan dat op korte termijn realiseren door gewoon een vrachtwagensluis te realiseren. En het is ook heel duidelijk dat de R4, nee, de Drongse Steenweg, dat wil zeggen tussen de R40, de binnenring van Gent en de R4, die is een primaire uitvalsweg. Maar daarachter, de N460, is echt geen R4 die de Gentzeehaven moet verbinden met E40. En het laatste punt ook, de R4 met E40, ter hoogte van de Loep, die moet geoptimaliseerd worden. De Loep is voor mij rondrijden op de Loep. Die verwijst niet naar de loop van een looping van een vliegtuig. Daar heeft men gewoon het lokale verkeer die naar de IKEA gaat, allemaal gezet samen met het verkeer van de R4 en de E40. Dat is een rampkinder. U ziet dat hier nog eens heel duidelijk. Men heeft dit complex. Dit is hier absoluut ondermaats. Men zou hier moeten komen en dan op de R4 komen. En niet tot hier moeten komen en dan op de R4 komen. En op de E40 komen. Hier moet een oriënterend complex komen en niet hier. Dit hier, zoals gezegd, is absoluut ondermaats uitgebouwd. Deze zou men rechtstreeks moeten ontwikkelen, zoals men hier bij, laten we zeggen, in Meerderbeke gedaan heeft. Er zou hier een verbinding moeten zijn die de R4 rechtstreeks aanverbindt met de E40. Men moet daar niet meer winkelen in de IKEA. U ziet ook, deze weg loopt volledig in niet bewoond gebied. Dat is perfect realiseerbaar en ook perfect te doen. Daar kan men ook 90 km rijden. Hier moet het snelheidsregime zeker naar beneden gebracht worden tot 70 km per uur. Men heeft berekend 5-10% meer verkeer, een verschuiving in Drongen. Drongen wil zeggen van hier tot daar. Goed, leesbaar hiërarchie. Ik ga daar heel door fietsen. Ik heb nog het plannetje gemaakt, een schema. U ziet hier, als men van Gent komt, men kan hier perfect doorrijden. Dat men hier kan men een volle streep zetten. Men rijdt door, heb volle streep, men rijdt naar Oostende. Wil men lokaal rijden, heb, dan neemt men hier de straat heb, en men rijdt hier gewoon af. Komt men vanuit Oostende, men rijdt hierop, wil men naar Deinze, geen probleem, men kan afrijden. Rijdt men naar Gent, men rijdt hierop. Wil men hier zonder probleem, kan men eigenlijk hier lokaal naar Deinze, nog als dat nodig zou zijn, hè, als Ventweg. Dus men kan deze bypass eventueel weglaten. Wil men doorrijden naar Gent, ongestoord kan men doorrijden. Zoals men nu hoeft, men rijdt hier gewoon lokaal op, tweede baanvak op. Dus men gaat hier van een 1 naar een 2-vaksbaan. Perfect
mogelijk. Wil men hier doorrijden naar Gent? Geen enkel probleem. Men zet hier de volle streep. Wil men afrijden naar Brussel? Hier, hup, een pijltje en men rijdt af. Dat is perfect realiseerbaar zonder probleem. Ja, ik ga nog iets vragen om er toch iets sneller door te gaan. Ja, u ziet hier ook de fietsverbindingen hierop staan. Dus het is robuust. Het compact. Dit is hier compact. Dit is compact. Het compact wil niet zeggen dat men alles hier concentreert op de E40 en daarna een lange aansluitweg bouwt, zoals men bijvoorbeeld in het oostelijk complex daar realiseert. De tussenafstand van de knopen is ook hetzelfde. Dus op dat punt, men kan heel veel zaken realiseren. Ik heb hier ook de schema's gebrekt aan tijd, maar u ziet hier, ik heb ze vergeleken met centraal en oostelijk. Oostelijk ziet men hier dat men een concentratie heeft van verkeer heel dicht bij de kern. Dit is niet toelaatbaar. Hier kan men eigenlijk heel eenvoudig een combinatie doen waardoor men op- en afritten beperkt en toch hier minder verkeer realiseert ter hoogte van de kern. Als men op de N466 rijdt, bij het ontwerp van PI, heeft men evenveel conflicten als men heeft bijvoorbeeld bij het oostelijk complex. Alleen is het oostelijk complex, verandert men de richting. Men gaat hier alle hoofdstroom naar hier Brussel sturen en men vergeet altijd dat al het verkeer van Deinzen, dat is ongeveer even groot, komt evenveel verkeer van Deinzen als van Gent naar dit complex. Dit moet allemaal hier door en maakt hier een hele grote verkeerschaos, laat ik zeggen, of veel verkeer. Terwijl hier dit gedeelte toch al afgespit wordt vroeger en hier dat daardoor in deze bottleneck minder verkeer zal zijn die eigenlijk problemen kan geven. Er zijn ook heel beperkte conflicten. Fietserstunnels, ik ga daar heel door fietsen. Er zijn voldoende overgangen voor de fietserstunnels. Ook belangrijk, de Ernest van Wijs, wat ik vergeten, geeft ook toegang tot de woonwijken, tot openbaar vervoer. Valt die weg, dan kan men dat opnieuw. Sluit men een ganse wijk af van het openbaar vervoer. Ook de keuze wordt op heel veel mogelijkheden, zowel met fiets als met de brug, als met, ik heb het daaruit gelegd, verbonden met het centrum. De Moortenputstraat kan ook niet gebruikt worden om voldoende afwikkelingscapaciteit te realiseren, omdat men in de Baarle-Dorpstraat de centrale brug te klein maakt. Dat kan niet. Dat is eigenlijk onmogelijk dat men dat zelf voorstelt. Bermenlandschap, men kan dat realiseren, men kan geluidsschermen plaatsen. Zeker omdat ter hoogte van de kern de oprit wegvalt, gaat er geen gat meer zijn. Men kan daar perfect afschermen zetten. Er is ruimte gecreëerd. Men kan daar perfect doen. Voor de resterende bewoning, men kan dat op basis van de MER-studie. Maar eigenlijk is hier een intrinsiek goed ontwerp voorgesteld. Onbestemde restruimte. Ik herhaal nogmaals. Dorpsparking voor lokale handel, voor het totaal, voor het MP-center, een carpool aan T-Oost. Men behoudt landbouwgebied. Men behoudt ook natuurgebied, want men heeft maar een beperkte insnijding. Of men kan dat zelf vermijden. En men kan de levende lei ook uitbouwen. En daarmee ben ik aan het einde gekomen. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, als u stopt met delen... Ik heb dat normaal gezien gedaan. Ja, oké. Dan zijn we inderdaad aan het einde gekomen. Ik kijk eens naar de opmerkingen of de vragen die er gekomen zijn. Misschien algemeen is er gezegd van geen vrachtverkeer doordrongen, dat is een goede zaak. En ook een aantal mensen zeggen akkoord met het voorstel om een macro-onderzoek te doen. Verder waren er een aantal vragen bij de verkeersafwikkeling, maar ik denk dat u daar voldoende bent op ingegaan. Misschien nog wel iemand vraagt van de bocht om aan te sluiten op het rondpunt van Van der Valk. Is dat geen bottleneck? Er is veel woonverkeer van Deinzen naar Gent en de E40. En ook kruisend verkeer ter hoogte van Turbo T West en Oost. Ga je daar niet problemen creëren? Misschien ook heel kort daarop? Ik ga heel kort op de twee knooppunten, want daarover gaat het, en de doorstroming. De knooppunten, ik ga je zo zeggen, aan Verbeke.
Aangezien dat daar, ten opzichte van het oosten, is dat kleiner knooppunt. En in een rondpunt heeft men geen, kan men niet sturen, maar heeft men een vlotte doorstroming. Ja. Dus daar moet dat zeker realiseerbaar zijn. Er is er ook ruimte. Dat kan geen bottleneck geven. Anders is bij het oostcomplex zeker een bottleneck. Het Turbo T, dat is zo. Daar heeft men eigenlijk een verwisseling. Dus momenteel komen de mensen van de autostrade en die moeten wachten. Ik heb dat nu omgekeerd in die zin. De mensen vanuit Deinze, die komen op de plek waar dan nu van de autostrade komt en die moeten wachten. En men kan daar met de lichte regeling eigenlijk sturen. Dat wil zeggen, als men vanuit Gent komt, kan men eigenlijk gewoon doorrijden zonder enig probleem en kan men vermijden dat de grote verkeersstroom perfect geregeld wordt. Het tweede punt, verkeer vanuit Deinze. Als dat inderdaad zo is dat een beetje zou moeten wachten, dan heeft men die lange weg momenteel die als een soort buffer kan dienen. Maar bijvoorbeeld het verkeer vanuit Deinze gaat ongestoord, zoals men nu ook vanuit de autostrade komt, ongestoord kunnen oprijden naar Gent. Dus je komt vanuit Deinze, je rijdt gewoon door, de brug over, je komt op die Turbo T en je rijdt ongestoord de baan op. Je moet daar niet stoppen voor een licht. Je kunt gewoon doorrijden. Dus het enige verkeer dat moet wachten is eigenlijk het verkeer dat vanuit Gent naar Deinze wil. Bijvoorbeeld, die zou moeten wachten. Ik hoop dat dat de antwoorden zijn die de mensen ook horen hebben. Ja, ik zie dat er verder zijn een aantal positieve reacties ook. Ik zie dat iemand zegt, ik heb bij alle voorstellen veel goede voorstellen gezien. Als we die combineren, dan komen we er wel. Ik denk dat de combinatieoefening, dat is de oefening die zal moeten gebeuren door de Vlaamse overheid, wanneer zal de voorstellen binnen heeft en die ook zal gaan onderzoeken. Misschien nog een opmerking die ik ook zag passeren en die algemeen gaat, dus niet specifiek over deze toelichting. Mensen die zeggen, let op dat we het bestaande landbouwgebied, de bestaande trage wegen en de landbouwkouterstrookte van de noordzijde van Drongen, geen enkel voorstel houdt daar eigenlijk rekening mee om die ook open te houden. Ik denk dat we daarbij gaan afronden. Dat was ik inderdaad aan het doen. Misschien afsluitend gewoon nog even zeggen wat we in het begin ook al gezegd hebben. En wat ik vermoed dat u wel weet. Dus al de voorstellen moet u ook schriftelijk indienen via die officiële weg. En ook de bedenkingen. En het planting zal dan die bekijken. En zoals u misschien gezegd hebben, daar een antwoordennota rondmaken die ook publiek wordt gemaakt. Ik ga daarbij houden. Ik zie momenteel een blanco scherm. Voilà, ik zie terug iemand. Vladimir komt eventjes kijken. Ja. Wil jij iets zeggen, Vladimir? Ja? Ja, ik wil... Goor, maar goed. Ja. Ik wil iedereen bedanken. Dat was zeer boeiend. En voor de moeite. Presentaties die quasi-professioneel werden uitgewerkt. Ik zie dat hier interessante voorstellen. Ook minpuntjes, maar dat zal niet erg zijn, inderdaad, dat we dat van elkaar kunnen leren. We gaan met grote nauwkeurigheid door alle voorstellen heen en we gaan aan iedereen een antwoord geven. Wat we eventueel gaan verder meenemen, wat we kunnen niet meenemen en waarom. Dus jullie mogen dat zeker eigenlijk verwachten in onze nota, een antwoordnota, in de scopingsnota, ook de reacties die daarop komen. Ik dank nogmaals niet alleen dus de sprekers vanavond, maar ook de mensen, de teams die dat hebben daarmee mee aan gewerkt. Alle interessante eigenlijk hun voorstellen waren goed ook toegelicht. En ik denk dat dat zeker, hopelijk eigenlijk goedelijk hebben we allemaal gekregen. Want ik had problemen met het openen van een van die dat op voorhand hebben gekregen.
Maar ik hoop dat de versie die we vandaag hebben gezien, vanavond, dat we ook hebben, zodat we dat ook verder kunnen bestuderen. Ja, ja, dat klopt. Wij hebben ze allemaal. Misschien aan de deelnemers wil ik ook nog zeggen, wij hebben de gewoonte om bij dit soort processen te werken met een digitale nieuwsbrief. Wij hebben, dat is dan een voordeel van dit digitaal werken, wij hebben al uw mailadressen. Op het moment dat we meer weten, zullen wij beginnen met het versturen van af en toe een digitale nieuwsbrief. Dan bent u ook op de hoogte van de stappen die we zetten en dan kan u het proces zo ook mee volgen. Wilt u die niet ontvangen, dan die optie is altijd voorzien. Zo, ik denk dat we daarbij kunnen afsluiten dan. Bedankt alvast en we horen u zeker later nog.